Goedenavond allemaal. Mijn naam is Paul Brandenburg. Welkom in het AFA-stadion. Welkom bij AZ. Welkom bij alweer het 11e seminar sinds het bestaan van de voetbalschool. Nou, zoals jullie allicht weten, de voetbalschool, de samenwerking met de amateurverenigingen, waarbij wij eigenlijk de essentie hebben om het achterland, ons achterland, met elkaar te beïnvloeden. Dus wij hebben niet de wijsheid in pacht. Maar we willen wel heel graag samenwerken met de amateurvereniging. En dat doen we op basis van behoeftegerichtheid. Dat is de voetbalschool. En ik zeg al, een van de onderdelen van de voetbalschool is het seminar. En vandaag in een kleine gezelschap dan normaal. Bewust gedaan. Want het onderwerp vandaag, daar willen we met name naast het technisch kader ook bestuursleden en andere leden vanuit die de club leiden, bij betrekken. Het onderwerp die ik straks met jullie ga bespreken. Ik zal jullie door de avond leiden. Dat doe ik samen met Sven Berset, die zal ik zo voorstellen. En ik denk dat wij een heel mooi programma hebben. In ieder geval is ons doel, onze missie, om jullie vandaag te inspireren. Misschien een beetje te motiveren. Maar met name van elkaar te leren. En dat is ook de reden dat we een kleine gezelschap hebben. Dat we straks met een aantal stellingen om de tafel van elkaar kunnen gaan leren. Welke problemen lopen we tegenaan? Hoe pakken jullie dat aan? En in de pauze wil ik jullie dan uitnodigen om langs tafels te lopen. Om ook te kijken hoe andere tafels naar die problematiek kijken. Zodat je weer geïnspireerd wordt. En al is het maar een heel klein dingetje die je meeneemt vandaag richting amateurvereniging, dan is onze avond in ieder geval geslaagd. Zoals de muziek met de prachtige beelden van tot nu toe een heel mooi seizoen lieten zien en lieten horen, de tijd verandert. En dat is ook daadwerkelijk het onderwerp van vandaag van het seminar. De tijden veranderen en veranderen wij wel mee met onze doelgroep. Nou, daar hebben wij straks een heel mooi programma voor. Het onderwerp vandaag is de amateurclub van de toekomst. Waar lopen wij als amateurclub tegenaan? En dan denk ik dat ik, als ik een aantal dingen opnoem, dat het heel herkenbaar in de oren klinkt. Het werven van sponsoren, vrijwilligers, het behouden van je leden. En met name in de cruciale leeftijd, 16, 17-jarigen. Die uiteindelijk, als ze bij de club blijven, ook daadwerkelijk in je senioren een team opstarten. Daar gaan wij vandaag jullie, hoop ik nogmaals, inspireren. We hebben een mooi programma. Die wil ik even doorlopen met jullie. We beginnen straks met onze directeur voetbalzaken, Max Huibers. Al 23 jaar bij de club. Als speler, als jeugdtrainer, als scout, als hoofdscouting. En uiteindelijk als directeur voetbalzaken. En hij kijkt een stukje terug op dit seizoen. Maar met name ook, wat doet AZ om daadwerkelijk continu vernieuwend te zijn, continu nieuwe ontwikkelingen aan te boren en nieuwe doelgroepen naar je club te roepen. Deel 2 hebben we een fantastisch marketingpanel. Ik ben ook heel blij dat ze bereid zijn om in ieder geval met elkaar te discussiëren en jullie inzicht te geven. Wat zij nou zoeken in een vereniging? Wat zij nou zoeken in een club? Dat is als eerste Martijn de La Haye. Dat is onze marketingdirecteur van AFAS, onze hoofdsponsor. Dan hebben we Chantal Dane, dat is de marketing manager van onze Noord-Hollandse supermarktketen FOMAR. En uiteindelijk ook Frank Jonker. En Frank die werkt 12,5 jaar bij ons, is marketing manager binnen AZ. Ja, waar loopt hij nou tegenaan? Daar willen we jullie in meenemen. Tussendoor hebben we een aantal prikkelende stellingen waar jullie om de tafel, met name binnen de vereniging, met elkaar over gaan discussiëren. Na de pauze hebben we 2 delen nog. Deel 3, Liesbeth van der Meer van Rotterdam Sportsupport. Zij is heel veel in contact met allerlei verenigingen in Rotterdam. En eigenlijk, een van hun missies is meer jeugd naar de sportvereniging krijgen. Hoe zij dat doen, hoe zij dat voor elkaar krijgen, hoe zij verenigingen ondersteunen, gaat zij iets over vertellen. Om uiteindelijk in deel 4, het toekomstpanel, een aantal inspirerende gasten hoop ik. Joost van Geel is prestatiecoach bij de Nederlandse Hockeybond.
Wat inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor alle nationale teams tot en met Jong Oranje. Dan hebben we Hubert Habers, is van Team Sportservice Haarlem. Hij is verenigingsadviseur, komt veel bij verenigingen over de vloer. En met name op het moment dat er knelpunten zijn, probeert hij met tools te komen, met oplossingen te komen om de vereniging te helpen. Dan hebben we Aart Korenhof, allicht bekend in het West 1 district, maar eigenlijk een begrip bij de KNVB. Al 30 jaar coach, docent, doet reviews bij verenigingen, komt bij heel veel amateurverenigingen binnen. Heeft allicht heel wat best practices voor jullie om uiteindelijk mee te nemen naar je eigen vereniging. En uiteindelijk de hoofdgast, manieus, Paul Brandenburg, ik mag ook in het panel zitten. Wie ben ik? Ik ben hoofdopleiding van AZ. Dat ben ik sinds 2015. Ik ben sinds 2010 in dienst van AZ, van deze mooie club. Ik ben binnengekomen als trainer. Uiteindelijk in 2015 hoofdopleiding geworden. Maar wel vanaf mijn 16e al betrokken bij het amateurvoetbal, het jeugdvoetbal. Ik was jong, enthousiast. Ik wilde vooruit. Maar er waren er ook een aantal die waar het iets te snel voor ging. Nou, daar willen we het met name vanavond over hebben. Ik hoop nogmaals op een enorm inspirerende avond voor jullie. En dat jullie de dingen die jullie hier mee hebben genomen, meenemen naar de club. En dat met name ook verspreiden. Om het uiteindelijke doel, dat amateurvoetbal in Noord-Holland op een hoger plan te krijgen. En daar hebben we met z'n allen elkaar heel hard voor nodig. Ik wil overgaan naar deel 1. En voordat ik dat doe, wil ik jullie voorstellen aan Sven Berset. Sven zal naast mij jullie gastheer zijn en zal veelvuldig op het podium ook te zien zijn. Hij zal onder andere het panel leiden, hij zal de vragen aansturen en hij zal uiteindelijk ook jullie vragen naar jullie mening, et cetera. Graag een applaus voor Sven. Ja, dankjewel Paul. Wij spreken elkaar straks opnieuw. Nu eerst ga ik in gesprek met de directeur voetbalzaken van AZ natuurlijk, zoals net al aangekondigd. Dat is Max Huibert. Goedenavond. Ja, welkom Max. Goedenavond, allemaal. Jij zal hier met een heerlijk gevoel plaatsnemen, neem ik aan. Ja, en dat doe jij waarschijnlijk op de laatste resultaat. Of resultaten, het laatste resultaat. Eigenlijk alleen het allerlaatste resultaat. Klopt. Ja. Vorige week was het natuurlijk een stuk minder. Dan is het bijzonder dat je na zo'n toch wel behoorlijke teleurstelling je uiteindelijk zo kan herstellen. Revancheren zou ik bijna zeggen. Ik denk dat dat voor een hele hoop mensen best een verrassing was. Ik moet eerlijk zeggen, voor mij niet zozeer, omdat ik eigenlijk direct al na de wedstrijd in de kleedkamer kwam in Linz vorige week. De jongens ook heel erg duidelijk naar elkaar uitspraken van dit is echt, dit kunnen we echt niet meer nog een keer presteren op deze manier. We moeten echt zondag in ieder geval zorgen dat we om die laatste prijs nog kunnen blijven strijden. En dat is toch het kampioenschap van Nederland. Dus ik wist dat ze vooraf behoorlijk opgeladen waren. Ja, precies. Maar dat kun je natuurlijk uitspreken als ploeg, maar vervolgens de daad bij het woord voegen is natuurlijk weer wat anders. Ja, het is altijd afwachten. Je hebt te maken met een tegenstander waarvan we natuurlijk ook wel wisten dat hij ook niet in de beste vorm was. Maar uiteindelijk is dat goed uitgepakt en hebben ze volgens mij ook dik verdiend die wedstrijd over de streep getrokken. Ja, hoe zat jij dan in, je zit in een vijandelijk stadion, maar wel als directeur van AZ. Hoe zat jij daar te genieten gewoon 90 minuten lang? Ja, gelukkig krijgen wij altijd redelijk goede plaatsen, dus we hoeven niet bij de F-site te zitten. Nee. Maar natuurlijk zit je comfortabel op het moment dat er 2-0 gemaakt wordt. Maar daarvoor is natuurlijk met een 1-0 voorsprong nog van alles mogelijk. En ook nog de kans dat je die wedstrijd gelijk speelt. Omdat we natuurlijk nalieten om die tweede treffer wat vroeger te maken. Waar overigens natuurlijk genoeg kansen voor waren. Dus eigenlijk na de 2-0 van Oussama zat ik vrij rustig op mijn stoel. En wist ik ook wel dat deze wedstrijd in de tas zat. Ja. Ja, en daarmee dus op gelijke hoogte in de competitie. Merk jij om je heen op de werkvloer bij AZ, op het trainingscomplex, hier in het stadion, dat het titelkoorts al een beetje toeneemt? Nou, ik moet zeggen, in
ik ben dagelijks op het ATC. Ik moet zeggen, ik merk geen andere sfeer. Maar we kunnen er nu niet omheen dat we, ja, als je 10 wedstrijden voor het einde op deze positie staat, ja, dan zou het een beetje raar zijn dat je zegt van ja, we hopen dat we nog steeds bij de eerste 4 eindigen. Dat is sowieso altijd onze doelstelling. Maar als je er zo dichtbij bent, moet je durven uitspreken dat je natuurlijk uiteindelijk ook voor het hoogste wil gaan. En daar ontkomen we denk ik niet meer aan nu. Nee, precies. Dus er gaat nu een hele spannende tijd aankomen. Ja, het is ook weer een hele interessante tijd om te zien hoe iedereen hiermee omgaat. En of spelers hiermee om kunnen gaan, of de staf hiermee om kan gaan. Dus voor mij ook interessant om te zien hoe dat gaat verlopen. Maar ja. Nogmaals, ik merk geen gedragsverandering. Ik zie nog steeds dat er iedere dag op een bepaalde manier gewerkt wordt. En ik denk hoe korter je naar het einde komt en op het moment dat je op deze positie langer blijft staan, dat het de laatste weken wel dat de druk wel wat gaat toenemen. Dat, dat is normaal, denk ik. Ja, precies. Oké. Aankomende zaterdag wachten we weer de volgende tegenstander, ADO Den Haag. Een club waarmee, dat had je waarschijnlijk in begin augustus nog niet kunnen bevroeden, of eind juli. Waarmee de banden dit jaar wel flink zijn aangehaald natuurlijk. Gun je ze ook een puntje, die wedstrijd? Ik gun ze alles, maar ik gun ze natuurlijk aankomende zaterdag gun ik ze geen enkel punt. Maar nou, je zegt het terecht, we hebben natuurlijk door de stadion, het dak in de soorten van het stadion, hebben we natuurlijk een hele lange periode hebben we gebruik moeten maken van hun stadion. Alle medewerking gekregen van de club. Ik moet zeggen, de band is best wel wat hechter geworden. Inmiddels is er natuurlijk wel het een en ander ook weer veranderd bij die club. We hebben het allemaal wel meegemaakt. Er zitten andere directeuren waar wij natuurlijk mee te maken hebben gehad in het begin. Maar voornamelijk het personeel wat daar rondliep en nog steeds rondloopt. Ja, daar hebben wij gewoon hele goede herinneringen aan. Die hebben ons enorm geholpen in de periode dat we hier niet konden spelen. En in de laatste plaats moet ik niet vergeten dat de mensen die hier zeg maar die hele verhuizing hebben geregeld, iedere week of om de 2 weken weer, ja, dat het ook een enorme prestatie is geweest. Dus al met al is het best speciaal dat we ze zaterdag allemaal weer tegenkomen. We hebben ze ook allemaal uitgenodigd. En ik hoop natuurlijk wel dat de punten uiteindelijk in Alkmaar blijven. Ja, wat bedoel je met allemaal uitgenodigd? Zit het niet vol met ADO-fans? Nou, de fans sowieso zijn uitgenodigd, hoeven niet te betalen voor hun, voor hun kaartje. Maar ook de mensen die zeg maar al die tijd daar op de werkvloer ook voor ons en voor AZ hebben gewerkt, die zijn ook uitgenodigd bij de wedstrijd. Ja, dus ze komen met een grote groep hier naartoe. Oké. En ja, heerlijk natuurlijk, je noemde het dak al eventjes. Heerlijk dat het gewoon bij AZ weer over voetbal kan gaan, hè? Ja, dat zeg je nu wel, maar er zit nog steeds geen dak op. En dus zitten we ook nog volop in. Ik moet eerlijk zeggen dat wel wat meer ligt bij de algemeen directeur, bij Robert Eenhoorn, die daar veel mee bezig is. We zijn natuurlijk volop bezig om te kijken of we zo snel mogelijk weer een nieuw dak op dit stadion hebben. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik hoor de verhalen dus van Robert. De bouwwereld is ook niet de allermakkelijkste wereld om mee samen te werken, heb ik inmiddels al begrepen. En het is nog niet zover dat we kunnen zeggen dat het ergens op een bepaalde datum klaar is. Maar we gaan er natuurlijk wel alles aan doen om zo snel mogelijk weer een mooi dak op dat stadion te hebben. Maar helemaal vergeten kunnen we het niet, want we zitten er nog middenin. Nee, precies. Maar het is ook een ervaring waar je trots op bent, denk ik. Hoe dat allemaal opgepakt is de vorige seizoen zelf. Nou ja, wat ik net al zei, buiten de prestaties, wat natuurlijk ook al heel bijzonder is. Als je in een ander stadion moet spelen, we hebben dus bijna alleen maar uitwedstrijden gespeeld, die eerste helft van het seizoen. Ja, dan is dat, maakt het eigenlijk wel dubbel zo bijzonder dat je nu staat waar je staat, hè, in de Eredivisie. Maar wat ik net ook al zei, de prestatie die ook alle andere werknemers van AZ hebben geleverd in die periode, is ook een enorme prestatie. Ja. Ja. Oké. Als directeur voetbalzaken is sowieso jouw hoofdportefeuille natuurlijk wat op het veld gebeurt en moet gaan gebeuren. Ben jij al volop bezig met het komende seizoen? Ja, eigenlijk begint dat al wel de eerste weken van de competitie. Omdat je dan de voorbereiding hebt meegemaakt. Nou, je hebt gezien of uiteindelijk je de selectie hebt samengesteld zoals je hem had willen samenstellen. Maar zijn er al blessures gevallen in de voorbereiding? Zijn er misschien spelers die je hebt gehaald? Vallen die wat tegen? Misschien moet je al in de winter ergens op een positie of in een linie een versterking halen. Dus je bent eigenlijk al vanaf september, oktober ben je met de scouting bezig om te kijken, ja,
hebben we misschien ergens iets laten liggen? Missen we nog iets in de balans van de selectie? Dus dat gaat eigenlijk het hele jaar wel zo door. En ondertussen worden er ook zo nu en dan jeugdspelers getekend natuurlijk. Waar Paul dan vooral weer erg trots op zal zijn. Ja, nee, dat sowieso. Dus wij zijn sowieso continu bezig om te kijken of we onze grote talenten op jonge leeftijd al kunnen vasthouden. Want ja, dat is ook een wereld die ook wel wat aan het veranderen is. Als we het hebben over veranderende wereld, dan is het ook zo dat jongens op jonge leeftijd tegenwoordig ook nog eerder benaderd worden dan pak een beet 5-6 jaar geleden, 10 jaar geleden. Ja. Oké, jij hebt de wereld van de voetbalwereld heb jij bij AZ zien veranderen de afgelopen 23 jaar. In december 96 kwam jij al binnen bij de club, toen als speler natuurlijk. Laten we eerst even kijken naar een kort filmpje. Het is de moed der wanhoop aan Alkmaars kant, maar Huibers heeft dan toch de oplossing. Zat jouw mooiste goal hier eigenlijk tussen? Ik heb er best wel een aantal gemaakt. Ik denk nog wel dat ik mooiere goals heb gemaakt. Nog mooiere goals? Ja, maar misschien waren die nog in zwart-wit. Zou kunnen, maar dat is zo lang geleden. Behoorlijke tijd geleden. Ja, precies. Ja. Hoe oud was je toen eigenlijk toen je bij AZ kwam? 96. Ik ben in 70 geboren, 26 jaar. Toen ik deze kant op kwam. Ja, echt nog een broekie. Dat is misschien gek uit mijn mond. Tegenwoordig, als je 26 bent, ben je geen broekie meer, volgens mij. Dus nee, dan ben je de boy tot de oudste van de selectie, geloof ik. Dan moet je volgens mij al 5 of 6 jaar in het buitenland hebben gespeeld. Ja, precies. Want dat wordt ook alsmaar jonger. Ja, oké. Okay. In die al die jaren, die 23, bijna 24 jaar, enorm veel veranderd natuurlijk. Zowel bij AZ als in de voetbalwereld. Waar denk jij dan gelijk aan? Ja, ik denk in de periode dat ik zelf nog speelde, hè, dat ik bij AZ binnenkwam, ja. Over veranderingen gesproken. Ik speelde hier nog in de hout. En we zitten hier inmiddels in een, ik wou zeggen, heel mooi modern stadion, maar wel zonder dak eventjes. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk veranderd. De voetbalwereld zelf. Vroeger gingen mensen puur voor de wedstrijd nog naar het stadion. Ik denk dat het tegenwoordig echt een avondje uit is. Het is echt een hele andere beleving geworden. Mensen komen 2 uur voor de wedstrijd. Mensen blijven 2 uur na de wedstrijd. Dus in dat opzicht is er echt wel het een en ander veranderd. Ja. Buiten dan het voetbal zelf. Ik gaf net al aan, het wordt alsmaar gekker ook met jonge spelers die heel snel, een hele mooie toekomst wordt toegedicht. Dat heeft ook allemaal te maken met de komst van de social media, van de smartphone's die we in de tijd dat ik nog speelde niet hadden. Dus er is ook allemaal veel meer aandacht voor de spelers. En dat was vroeger alleen maar voor de grote clubs. Ja, tegenwoordig is bijna iedere club bijna iedere dag in het nieuws ook. Ja. Dus er is echt wel het een en ander veranderd. Ja, precies. Ja, over de binding met fans komen we zo meteen nog eventjes terug. Maar jullie zeggen als directie vaak wel van wij willen graag de beste mensen in de beste omgeving met het beste programma. Is dat nu 23 jaar na jouw entree bij deze club, hebben jullie dat voor elkaar? Ja. Ik denk wel dat wij, ik denk dat je het nooit voor elkaar hebt, maar daar streven wij uiteraard wel naar. En als je dan even kijkt naar 23 jaar terug, toen ik hier kwam, of eigenlijk na de periode dat ik stopte als voetballer bij de opleiding. Ik kwam binnen als jeugdtrainer, toen waren er 7 jeugdtrainers. Ik denk dat we 2 fysiotherapeuten hadden en een hoofdopleiding. Ja, dat is wel anders. Dan heb je het over 10 mensen, 12 mensen. Overigens ook allemaal al goede mensen, waar er denk ik nog wel een aantal van in de organisatie zitten. Alleen, we zaten toen de tijd nog op het lood, bij de amateurclub Flamingo's. Zaten we in de kelder, hadden we 2 kamertjes van 6x3. 1 was voor de trainers, 7 trainers die met z'n tweeën 1 computer moesten gebruiken. In dat andere kamertje hadden we dus de medische ruimte. Ja, en als je dan ziet wat er nu aan mensen rondloopt. Want je was als trainer ook verantwoordelijk op het veld voor de keeperstraining. We hadden wel een keeperstrainer, maar die had zelf een elftal. Dus die kon maar 1 keer in de week jouw keepers trainen.
De warming-up, er was geen gym, dus je moest je krachtoefeningen op het veld doen. En dat is allemaal niet erg, want uiteindelijk word je daar ook een betere en completere trainer van. Maar dat is tegenwoordig niet meer denkbaar. Als ik zie hoeveel mensen er nu bij ons in de opleiding rondlopen. We hebben keeperstrainers, hebben we er inmiddels 2 van. We hebben inspanningsfysiologen, krachttrainers, topsportbegeleiders, inmiddels 2. Dus ja, dat is, die wereld is enorm veranderd. Is dan die wereld vooral veranderd of is AZ zelf gewoon veranderd? Nou ja, wij zijn natuurlijk zelf daarin veranderd, omdat we hebben gezien dat de training op het veld is 1, maar het begeleiden daaromheen, ja, dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Dat is ook heel erg een belangrijke pijler in onze visie, dat niet alleen de speler op het veld beter wordt, maar dat we hem daaromheen ook leren uiteindelijk om een goede professional te worden en wat er allemaal voor nodig is. Nou, en daarvoor heb je ook gewoon de specialisten nodig. Ja, dus het loopt. Maar loopt het dan synchroon met die veranderende wereld? Of proberen jullie daar een stapje op vooruit te blijven? Nou, volgens mij kijken we altijd, en dat is ook wel een beetje de positie waar we in zitten. Volgens mij staan we daar ook wel onbekend. We kijken altijd naar de dingen die een ander misschien nog niet doet. We kijken heel goed om ons heen. Ja. Er zijn genoeg mensen die regelmatig op bezoek gaan bij andere grote clubs om daarvan te leren. Dus wij proberen daarin wel voor te lopen. Aan de andere kant is het ook zo dat, nogmaals wat ik zei, het is ook niet altijd makkelijk om hele goede mensen aan je te binden. Wij proberen ook die goede mensen zelf op te leiden. Uiteindelijk ook de volgende stap te kunnen laten maken in de organisatie. Dus alles bij elkaar, denk ik dat wij op dit moment dat we het aardig voor elkaar hebben. Maar het is niet zo dat wij nu achterover leunen. Nee, precies. Okay. Is dat ook iets wat je kan meegeven aan de amateurvereniging? Want we werken natuurlijk met niet vergelijkbare budgetten, denk ik. Maar bijvoorbeeld dat uit het raam kijken, bij andere clubs kijken. Is dat iets wat bij amateurclubs ook zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het zeker zo'n avond als vanavond, dat het heel leerzaam kan zijn om met elkaar eens te gaan zitten. Hè. Ik hoor ook wel om me heen dat het in de amateurwereld, Paul zei het net al, hè, dat er heel vaak jongens op een bepaalde leeftijd stoppen met voetballen. Misschien sponsoren afhaken, om een of andere reden. Ik denk dat het juist heel goed is om straks bij elkaar te gaan zitten en om van elkaar te horen van ja, wat zijn nou de initiatieven die jullie ondernemen om nieuwe leden aan je te binden, om te kijken of er nieuwe sponsoren te vinden zijn om je club financieel ook te ondersteunen. Vrijwilligers, hoe gaan jullie daar met elkaar mee om binnen de club? Dus ja, ik denk dat dit een hele leerzame avond kan worden voor iedereen. Ja, precies. Ja, het binden van leden is iets waar amateurverenigingen wellicht veel tegenaan lopen. Wat AZ misschien vooral doet, is het binden van fans. En dat is door de jaren heen wellicht ook wel veranderd. Hè? Die voetbalbeleving wordt nu volgens mij veel meer gedaan om de voetbalfan enthousiast te maken. Klopt dat? Ja, dat sowieso. Hè. Uiteindelijk, wat ik net al zei, hè, het is echt een avondje uit geworden. Hè. We proberen natuurlijk niet alleen maar die wedstrijd aan te bieden, maar ook het hele programma daaromheen. Dus er wordt sowieso veel meer gedaan om die fan uiteindelijk betrokken te houden bij de club. Ja. Wat wordt er dan bijvoorbeeld gedaan? Nou ja, wat ik al zei, social media is een platform waar wij heel nadrukkelijk op aanwezig zijn. Dus we proberen zoveel mogelijk ook onze fans in ieder geval in aanraking te laten komen met onze spelers, met onze organisatie, met de jeugdopleiding. Volgens mij zijn ook alle wedstrijden worden gevolgd door onze communicatieafdeling. Dus uiteindelijk proberen we wel zoveel mogelijk ook naar buiten toe onze fan te voorzien van informatie en waar we mee bezig zijn. Ja, en verder initiatieven die bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke initiatieven, is dat ook iets waar AZ zich over buigt? Ja, uiteindelijk probeer je met inderdaad dat soort initiatieven ook alle doelgroepen wel binnen de samenleving te bereiken. Sociaal-maatschappelijk, wat je net zegt, we hebben een heel mooi initiatief bijvoorbeeld samen met de Rabobank. Dat heet de Rabo Food Tour. Dat betekent dat wij volgens mij zijn het 100 klassen in de kop van Noord-Holland, dat wij die proberen bij te staan en te laten omgaan met gezonde voeding. En beweging, dat is ook een onderdeel waar onze spelers onderdeel van uitmaken. Dus op het moment dat de aftrap er is van de Rabo Food Tour, dan zullen bij al die 100 klassen zullen ook spelers aanwezig zijn. Nou, uiteindelijk zijn dat 100 klassen maal 30 kinderen, dus dat betekent misschien 3000 potentiële nieuwe AZ-fans.
wat ik zelf meemaak, omdat we er ook aan meedoen, is dat je ook in die klasse wel heel veel kinderen al ziet met AZ-shirtjes, met AZ-sjaaltjes om. Dus ik merk wel dat de club enorm leeft in de regio. Het is dus stiekem ook een vorm van klantenbinding. Ja, dat is niet het doel, hè, want uiteindelijk willen we, nogmaals, het is een sociaal-maatschappelijk project, dus uiteindelijk willen we dat die kinderen daar wat van leren en dat ze daar wat van opsteken. Maar ja, ik kan ook niet ontkennen dat wij uit dit soort initiatieven ook wel nieuwe fans aan ons binden. Ja, precies. Oké, als je het over jonge fans hebt, dan denk ik gelijk aan wat momenteel heel populair is, of de laatste jaren vooral, e-sports. Heb jij daar iets mee? Nou, ik heb er in zoverre wat mee dat ik af en toe mijn zoon tot rust moet bedaren boven. Okay. Speelt hij een spelletje FIFA of zo en dan gooit hij een controller door het raam? Ja, dat is al eens meerdere keren gebeurd. Dus in dat opzicht heb ik er niet zo gek veel mee. Maar het is natuurlijk wel een wereld die enorm in opkomst is. En waarvan je ook niet als club kan zeggen van daar doen we niks mee. Uiteindelijk hebben wij ook een e-sports afdeling. We hebben inmiddels volgens mij 2 jongens die ook de competitie spelen. Ook daaraan is ook wel weer een sociaal-maatschappelijk project gekoppeld. Omdat wij onze e-sporters ook naar scholen laten gaan. Om in ieder geval te praten over verantwoord gamen. Nou, dus dat hebben we wel gezegd. Maar nogmaals, het is niet iets wat heel dicht bij mij ligt. Maar het is wel iets wat natuurlijk een hele grote jonge doelgroep bereikt. Ja. En ook daarin weer natuurlijk misschien de potentiële nieuwe AZ-fan zich huisvest. Precies, dus het draait niet alleen om wat jij leuk vindt wat hier besloten wordt. Nee, zeer zeker niet. Nee. Oké, wordt er eigenlijk binnen de AZ-jeugdopleiding, jij werkt natuurlijk zelf, je hebt je kantoor ook op het AVAS trainingscomplex, je ziet dagelijks de jeugd trainen. Wordt daar ook iets op de man gericht toegepast, zeg maar? Bijvoorbeeld iets als e-sports, wordt dat geïmplementeerd in de opleiding bijvoorbeeld? Nou, e-sports wil ik het niet noemen, maar ja, ik denk, het is bekend dat wij ook iets met VR doen. Hè. Dat wordt heel vaak genoemd, hè. Virtual reality. Dat is iets wat wij ook hebben toegevoegd aan ons programma. Daar kunnen kinderen, na de wedstrijd, kunnen ze met een virtual reality bril op terugkomen in de wedstrijd. Situaties in de wedstrijd terughalen. Trainer kan laten zien, oké, wat heb je nou uiteindelijk besloten in die wedstrijd? Wat waren de andere keuzes die je had kunnen maken? Dus dat is een van de dingetjes die wij uiteraard ook gebruiken. Dat wordt ook vaak benoemd. Dat is een van de dingen. We blijven natuurlijk kijken naar ook nieuwe dingen die we kunnen toevoegen aan ons programma. Ik denk dat wij een heel goed programma hebben. Dat laat nu inmiddels zien dat wij talenten kunnen ontwikkelen voor de top van Nederland. En daar ook moet ik de staf en de spelers, of in ieder geval de trainers, en die daar dagelijks mee bezig zijn, een enorm compliment voor maken. Want ja, het is echt ongelooflijk met de aantallen waarop spelers inmiddels doorbreken bij ons. We hebben wel het grote geluk, vind ik, dat we met Jong AZ een team hebben in de keukenkampioendivisie. En dat zorgt ervoor dat je die laatste stap naar het eerste elftal, dat je echt op een serieus niveau ook spelers kan beoordelen. Om te kijken of ze goed genoeg zijn voor die A-selectie. Maar nogmaals, ons programma, het is niet alleen maar virtual reality. Het is ook niet alleen maar die veldtraining. Het is een heel uitgebreid programma. Waarvan ik weet dat we hadden het straks over de goede mensen met het juiste programma in de goede omgeving. Dat ik denk dat wij het echt heel erg goed voor elkaar hebben. Ja, maar geen tijd om op je lauweren te rusten dus als club? Nou, zeker niet. Ik sprak net een van de trainers nog, Michael. En die zei ook van ja, hij zegt wij kunnen volgens mij ook nog steeds beter. En wij moeten ook nog heel kritisch kijken naar wat er beter kan. Want uiteindelijk moeten straks als deze talenten die nu in het eerste elftal spelen een transfer gaan maken, moet de volgende klaarstaan. Ja. En hopelijk zijn ze nog een stapje beter dan degene die er nu spelen. Ja. Nou, en dan kan je zien wat je uiteindelijk daarmee mee kan bereiken. Ja, oké, helder. Even resumerend. Een moderne club gaat dus met de tijd mee. Die vecht er niet tegen, die gaat erin mee. Is dat ook toepasbaar voor bij de amateurvereniging bijvoorbeeld, waar je toch met minder middelen werkt? Nee, dat denk ik zeker. Hè. En het is best lastig, hè, want voor iedereen is vernieuwing en dingen op een andere manier doen. Terwijl je weet dat hetgene wat je altijd gedaan hebt, dat het ook best wel succes heeft opgeleverd. Is het best lastig om dingen te veranderen. Maar volgens mij zijn wij een club bij uitstek die laten zien, door anders te denken, hè, door met een veel lager budget de strijd aan te kunnen gaan met de grotere clubs.
Ja, dus, en dat is natuurlijk in het klein voor een amateurclub niet anders. Ik zou altijd zeggen, probeer te leren van elkaar. Wat ik net al zei, ga bij elkaar aan tafel zitten vanavond. Er zullen ongetwijfeld clubs initiatieven ondernemen waarvan jij denkt van, hey, dat is misschien ook wel wat voor onze club. Maar ja, voor mij is het heel moeilijk om iedereen daarin mee te krijgen. Maar ik zou zeggen, probeer ze te overtuigen. Probeer met goede voorbeelden te komen. En durf uiteindelijk ook te veranderen. Want dat is wel wat ons zover gebracht heeft. Oké. Nou, dat lijkt me een mooie boodschap die ook aansluit op het volgende onderdeel. Dankjewel, Max Huibert. Graag gedaan. Fijne dag. Ja, dan gaan we dus naar het eerste echte moment dat jullie zelf ook in actie moeten komen. Jullie hebben tot nu toe geluisterd. We hebben twee brainstorm sessies vanavond, waarbij jullie onderling, er liggen vellen papier. En er kan eventueel daar ook op worden geschreven voor de echte ambitieuze mensen in de zaal. De eerste vraag, brainstorm sessie, gaat over hoe gaan wij binnen onze amateurverenigingen mee met de tijd. En gaan wij wel voldoende mee met de tijd? En wat zijn de problemen waar we tegenaan lopen met betrekking tot het tot ledenbehoud, de terugloop van de sponsoren, sponsorinkomsten en vrijwilligers. Dus ik denk dat jullie ongeveer een kwartiertje hebben daarvoor en dan komen we daarna terug met deel 2 van deze avond. Even een klein dingetje. Jullie gaan, als het goed is, ideeën met elkaar delen. Misschien dingen die jullie al in de praktijk hebben gedaan. Best practices met elkaar delen. Het idee is een beetje dat jullie dat dan opschrijven. En dan komen we er zo meteen nog eventjes op terug. En dan worden de beste ideeën delen we nog eventjes met de hele zaal.
Ja, dan bij deze het einde van de eerste brainstorm sessie. Ik hoop dat jullie iets lekkers hebben gedronken, maar ook daadwerkelijk over de vraag hebben gesproken. Als ik even jullie aandacht mag. Hoe gaan wij binnen de amateurvereniging dus met de tijd mee? En ja, wij hebben een speciale microfoon. En dat heet een catchbox. Vorig jaar hadden we die ook al voor de jaarlijkse aanwezigen. Ja, mocht er iemand zijn die nu zoiets hebt van, wij hebben echt een geweldig idee om met de tijd mee te gaan. Steek dan vooral je hand op. Nou, het enthousiasme spat er nog niet vanaf. Is er aan een tafel een idee besproken? Een idee besproken wat ook andere clubs zou kunnen helpen? Sorry? Ja. Hoe werkt dit? Deze verduidelijking. Oké. Nee, namens tafel 3. Ik ben zelf voorzitter van SV 27 en waar wij tegenaan lopen. En ik denk dat meerdere verenigingen, ja, last is een raar woord. Maar dat het kader, kijk naar je bestuursleden, kijk naar je voorzitter, je bestuursleden, dat het vaak toch wel een wat oudere generatie is, met alle respect. En dat betekent als je jonge spelers aan je wil binden, de jeugd, en dan praten we over FIFA-toernooien organiseren, dan praten we over meer sociale media gebruiken, dat het ook wel belangrijk is om je kader, zeg bestuur, voorzitter, om dat te gaan verjongen. En dat is best wel lastig om mensen, jongere mensen, om die enthousiast te krijgen voor deelname aan het bestuur. Ja. Dat is een van de dingen die we gezegd hebben. Wil je met name die jongere spelers aan je club zien te binden, ja, dan zal je ook wat jongere bestuursleden moeten hebben voor meer actief sociale media en meer de FIFA-toernooien en dat soort zaken. Ja, ja, precies. Oké, dankjewel. Was er daar nog eentje, geloof ik? Ja. Ja, ik ben hier namens RK Edo uit de Goren. Een relatief kleine club, denk ik, als ik zo om me heen kijk. Ja, wij hier aan tafel hadden eigenlijk een hele mooie discussie. Dus hadden liever iets meer dan een kwartier gehad. Maar ja, als ik kijk naar RK Edo, hoe ga je met de tijd mee? Nou ja, SV zei het al. We proberen toch wel te kijken, hey, wat spreekt de jeugd aan? Nou, een FIFA-toernooi is tegenwoordig heel makkelijk te organiseren. Want dat doen gewoon bedrijven voor je. Je hoeft eigenlijk alleen maar stroom te hebben in een locatie. Maar voor de rest, ja, wij zien ook al ons ledenaantal best wel stabiliseren. Bij de meiden zelfs teruglopen, hè, terwijl het toch altijd in de lift zat. En ja, dit is voor ons toch wel lastig. We zijn gewoon erg afhankelijk van de kinderen uit het dorp. En daar wordt er in de Goren heel veel gebouwd. En dat is voor ons alweer een voordeel. Maar ja, je ziet toch ook dat kinderen wel meer interesses hebben dan vroeger. Ja, bij ons was toen ik 12 was, om maar een leeftijd te noemen, had je voetbal of tennis in het dorp. Ja, en that's it. En nu heb je zoveel sporten die kinderen ook interessant vinden en ook volop oefenen. Dus ja, dit is gewoon een lastige vraag, denk ik. Dus het is ook gewoon de concurrentie tussen verschillende aanbieders van sporten en hobby's. Ja, ja. Zeker. Zeker. Oké, nou, dankjewel. Is er verder nog iemand die heel graag iets wil toevoegen voordat we naar de volgende ronde gaan? Nou, ik denk het niet. Nee. Nou, dan gaan we naar... Dan gaan we nu naar het sponsorpanel. Paul Brandenburg zei er eerder op de avond al wie daarin plaatsnemen. Ik speel eerst even dit filmpje af. Ik wil graag op het podium vragen Chantal Dane van Fomar voor de Markt. En Martijn Delahaye van AFAS, onze hoofdsponsor. En tot slot Frank Jonker, manager marketing van AZ. Tot laat in, hè? Ja, dat lieten we even ter check zien. Het zijn ze echt. Martijn Delahaye, Chantal Dane en Frank Jonker. We beginnen eventjes met onze hoofdsponsor AFAS Software, gevestigd in Leusden.
om eerst even te beginnen, jij bent directeur marketing en communicatie bij AFAS. Nu zag ik op de website van AFAS ook dat jouw bijnaam Tjani is. Waar komt die vandaan? Dat heb ik je vanmiddag verteld. Dat heb jij mij verteld, maar deze mensen nog niet. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Ik was 16 jaar en ik was op vakantie geweest in Italië. Lekker gebruind, ik had wat lange haar. Beetje zoals... Graziano Pelle. Nou, dat zou ik niet zeggen. Oh. En ik stond met een vriend in de kroeg. En in één keer zei hij van, Italiaans praten, ik zie twee blonde dames. En ik zei, ja, ik ging net doen of ik Italiaans was. En hij zei van, maar hoe heet die gozer dan? En die meiden waren geïnteresseerd. Ik zei, ja, hij heet Tjani. En dat is mijn bijnaam gebleven. Gek, hè? Ja. Een raar verhaal eigenlijk. Raar verhaal, maar had je vanmiddag al verteld. Ik zag er een beetje uit als Max op de video net. Die lange manen. Kon je ook zo goed voetballen eigenlijk? Absoluut niet. Absoluut niet, oké. Okay. Jij werkt al jaren bij AFAS, 13 jaar geloof ik, hè? Ja, bijna 14. Dus jij was er ook bij toen AFAS en AZ de handen ineens sloegen. Dat Zeker. Is 10 jaar geleden. Ja. Jubileumjaar dus. Was dat direct een logische match voor jullie bij AFAS? Nee, absoluut niet. Want we zijn een softwarebedrijf. En dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met voetbal en sport. Nee. Kijk, en nu zegt iedereen, dat is een magische mix, jullie passen goed bij elkaar. Er is relevantie, je hebt dezelfde waarden en de domeinen die je activeert. Maar dat is gewoon omdat je al 10 jaar samenwerkt. En ik was niet voor een club, ik kom uit Amersfoort. Daar heb je natuurlijk geen voetbalclub en Utrecht vind ik niks. En ik ben wel verliefd geworden op AZ. Maar dat komt ook met name om wat er buiten het gras gebeurt hier. En de mooie mensen met wie we mogen samenwerken. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, alle leuke campagnes die we hebben gedaan. Gewoon het feit dat wij als marketingbedrijf ook gewoon een verlengstuk hebben hier in Alkmaar. Het feit dat wij ook zagen dat toen we hier gingen sponsoren, dat eigenlijk alle deuren open gingen voor allerlei bedrijven in Nederland. Omdat dat is heel gek. Op het moment dat je op het shirt staat van een eredivisieclub, dan gaat er een soort groen vinkje bij potentiële klanten af. Die dan denken, nou, dat is een bedrijf wat we kunnen vertrouwen. En wij zagen wel echt de business enorm toenemen. En dat hebben we zeker aan AZ te danken. Oké, nou, inmiddels alweer 10 jaar dus dat jullie samenwerken. Laten we even kijken naar een filmpje dat jullie gemaakt hebben hierover. Samen naar Victorie, misschien dit jaar ook samen naar de landstitel, wat denk je? Nou ja, we hebben een keer de beker gewonnen in 2013. Ik zeg bewust we. En de landstitel, daar betalen we eigenlijk al 10 jaar voor. Ja. Dus het wordt wel een keer tijd, denk ik. Is dat beloofd? Nee, niet. Ze zijn heel slim hier om dingen toe te zeggen. Oké, ja. Maar wel leuk hè mensen, dat je als bedrijf de eer mag pakken voor die fantastische beelden op het veld. Dan hebben wij natuurlijk eigenlijk helemaal geen reet voor gedaan. En dat is denk ik ook wat ik jullie mee wil geven. Zoek nou gewoon bedrijven en merken die met jullie trots, namelijk de spelers op het veld, kunnen pronken.
En ik denk dat we daar te weinig van ons van bewust zijn. Dat we bezig zijn met sponsors en shirts en dat soort zaken. Maar het kapitaal staat op het veld. En jullie hebben allemaal naar mooie beelden gezien van scorende spelers. Daar hebben wij eigenlijk natuurlijk niet heel veel invloed op, maar we profiteren er wel van. En wij realiseren ons gewoon heel goed dat wij mogen profiteren van het talent hier in de jeugdopleiding, in het eerste elftal, de keukenkampioendivisie. Ja, en dat als merk wil je gewoon uitdragen. Ja, oké. Over wat jij net vertelde, gaan we zo meteen nog even verder over hebben. Dus wat maakt een sponsor nou aantrekkelijk voor een voetbalclub? Of andersom eigenlijk, wat maakt een voetbalclub aantrekkelijk voor een sponsor? Daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even een introductie van Chantal Daanen, marketingmanager bij Vomar Voordeelmarkt. Echte Noord-Hollandse supermarktketen natuurlijk. Hè. Sinds 2 jaar, sinds 1 januari 2018 geloof ik. Waarom is dat er eigenlijk niet eerder van gekomen? Ja, sinds 1 januari 2018 inderdaad zijn wij strategische partner van AZ. Waarom eerder niet? Dat is eigenlijk een hele goede vraag inderdaad. Want zeker toen wij in gesprek gingen met AZ en zij eigenlijk op een kaart lieten zien waar hun fans vandaan kwamen, zag je heel duidelijk dat eigenlijk exact ook het marktgebied is van Vomar. Dat daar ook onze klanten vandaan komen. En dat was voor ons inderdaad heel belangrijk om het daarom te doen. Omdat we qua naamsbekendheid natuurlijk is dat ook een hele mooie bijverdienste wat een sponsorschap natuurlijk kan brengen. Maar in ons gebied is de naamsbekendheid best hoog, zo'n 90% denk ik ongeveer. Dus daar was het ons niet heel erg om te doen. Maar toen we zeiden, wauw, al die fans van AZ, dat we die kunnen bereiken. Dat zijn potentieel klanten van ons. Maar wellicht zijn het ook wel klanten die we kunnen belonen voor boodschappen te doen bij ons. En daar samen hele mooie acties voor op te tuigen. Ja. Wat voor acties bijvoorbeeld? Afgelopen 2 jaar hebben we eigenlijk samen met Frank inderdaad hebben we heel veel dingen opgetuigd. We hebben meerdere keren spaaracties ingezet, waarbij klanten konden sparen voor 50% korting op een ticket hier bij AZ. En daar echt duizenden mensen sparen en gaan ook echt hier naar het stadion. En zien het ook inderdaad echt als een dagje uit, eigenlijk wat Max al eerder zei, om een keertje hier naartoe te gaan. En meestal werden die acties ook extra aangekleed, dat ook spelers naar verschillende winkels van ons gingen voor zo'n meet and greet. En ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer in Heerhugowaard stond in een winkel en dat er echt hele rijen vol kinderen stonden in de rij om een half uur van tevoren, omdat ze heel graag op de foto wilden. Met Alireza Jahanbak zat er toen de eerste keer. En met hun shirts en sjaals. En dan zie je dat echt hoe dat leeft in dat marktgebied en hoe dat je toch iets speciaals kan bijdragen. Maar ook bijvoorbeeld onlangs hadden we nog een winactie dat hier kinderen aan het veld in de dugout konden zitten. Dat is echt een belevenis voor dat soort mensen die je eigenlijk niet kan kopen. Dus dat is echt heel bijzonder dat je dan zoiets kan winnen bij Vomar. Zo dicht aan het veld te zitten. En dat is heel mooi om zoiets samen op te tuigen. Ja, dat wordt echt allemaal uitgebreid over nagedacht in onderling. Ja, zeker. En wat misschien ook leuk is om te vertellen, is soms ook iets breder dan alleen voetbal gerelateerd. Zo werken we ook heel veel samen met Niels Hogeveen, dat is chef-kok hier bij AZ. En iedere keer met de feestdagen, met Pasen, Kerst, maakt hij met onze producten allerlei recepten. Die hij dan, vinden wij heel leuk om te promoten natuurlijk aan onze klanten. We hebben al een paar keer hier ook het Grand Café helemaal uitverkocht, dat hij voor al onze klanten ook gaat koken. Dat gaan we binnenkort met Pasen overigens weer doen. En op die manier eigenlijk zijn er heel veel raakvlakken om samen te werken en meer relevantie voor die klant te bieden. Ja, oké, mooi. Wat zien we hier op dit scherm? Ja, dit zijn inderdaad een aantal voorbeelden die ik net benoemde, inderdaad. Tickets sparen, de winacties, de meet and greets. Maar inderdaad ook spelers die voedingstips geven met producten om gezonde voeding uiteraard te stimuleren. Ja. Dus, waarom is dat eigenlijk belangrijk voor jullie als supermarkt? Je zou zeggen van, het maakt niet heel veel uit wat we verkopen. Niet helemaal. We hebben daar natuurlijk wel een soort voorbeeldfunctie in. In ieder geval zo zien we dat wel. Wel belangrijk dat mensen natuurlijk altijd zelf de keuze hebben. Of de keuze kunnen maken wat ze willen kopen. Maar het promoten van in ieder geval een gezonde voeding. Dat is wel iets wat wij heel graag willen nastreven. Ja, precies. Oké, mooi. Dan zit hierna een mooie sheet. Dit is een van die samenwerkingen. Slis en mis, broer. Ja. Zorg jij het kerstdiner? Daar ga je al. Ja! Je koken! Kippetje! Je hebt flink uitgepakt, jongen. Waar heb je dit allemaal vandaan, joh? Heb ik toch mijn adres voor. Ja, top. Vier je feestdagen super deluxe met de voordelige topselectie van Vomar. Jouw super voordeelmarkt. Ja,
Okay. Ja, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van een samenwerking die we ook samen gedaan. De kerst 2018 was dit. Ja. En ja, om eerlijk te zeggen, kijk, dat is denk ik geen geheim. In supermarktland is de concurrentie gewoon moordend, zeker rondom feestdagen. En wij als toch relatief kleine regionale speler hebben absoluut niet die budgetten die de landelijke ketens hebben om zich te profileren in de media. Dus toen we op een gegeven moment het idee kwamen van, joh, misschien kunnen we ook meeliften op de bekendheid van AZ en elkaar daarin samen versterken. En ja, dit is iets waar we denk ik samen wel heel trots op zijn, dat we samen met de spelers en de trainer een hele mooie commercial hebben opgenomen. En zelfs ook voor het eerst in de geschiedenis van FOMAR op landelijke tv geweest zijn. Weliswaar heel klein, dus het zou goed kunnen dat hij nog nooit de commercial gezien heeft. Maar rondom wedstrijden van AZ hebben we hem toen uitgezonden. En, zat jij toen met een gebalde vuist voor de televisie? Ja, dus zaten we met onze telefoon is allemaal op te nemen. Op een gegeven moment, we zijn op tv. Ja, precies. Even een kickmomentje. Dus, zeker. Oké, helder. Je had het net al eventjes over hoe AZ en FOMAR dus logisch is. Want kijk hoeveel vestigingen van FOMAR er in Noord-Holland zitten. Wat zien we hier precies? Groene en rode prikkers, zie ik. Ja, klopt. En eigenlijk wat ik net al zei, het overlap van zowel de fans van AZ als FOMAR was heel erg treffend. En eigenlijk de groene pionnetjes hier, dat zijn eigenlijk de locaties van volgens mij bijna alle verenigingen die hier in de zaal zitten. En dat was namelijk ook iets wat eigenlijk bij de samenwerking direct ter sprake kan. Goh, wij zijn heel erg nauw verbonden met verschillende amateurverenigingen. En dat is iets wat wij ook heel graag, daar graag veel nauwer mee willen samenwerken. Dus ik ben heel blij dat ik hier ook vanavond kan zijn. En wellicht een mooie start met voor verschillende samenwerkingen. Ja. Want heel veel verenigingen, zoals jullie zien, heel dicht eigenlijk op onze winkels. In Noord-Holland, dus een klein stukje Almere, zitten we Zuid-Holland en Utrecht. En we doen daar al heel veel mee. Volgens mij, ik weet in ieder geval, Odin zit in de zaal. Ik weet niet waar, maar volgens mij... Verschillende plekken. Leuk. Op dit moment hebben we daar een grote samenwerking ook mee met voetbalplaatjes die gespaard kunnen worden. Dat is een hele intensieve samenwerking, maar zo zijn er veel meer voorbeelden al te noemen. Maar we zien ook dat er ook juist heel veel nog verenigingen juist zitten waar we nog nooit contact mee hebben gehad. Dus. Oké, daar liggen dus kansen. Vereniging sparen, wat houdt dat precies in? Ja, want eigenlijk wat we heel veel doen inderdaad met verenigingen, voetbalplaatjes wel een beetje een uitzondering moet zeggen. Dat is een hele kostbare actie die we selectief inderdaad inzetten. Maar sowieso sponsoren we heel vaak inderdaad graag evenementen. Omdat we ook graag willen dat de leden natuurlijk voor ons dan bekend worden met onze producten. Dus dat we groente of fruit, broodproducten bijvoorbeeld kunnen sponsoren voor toernooien. Maar daarnaast hebben we ook een stukje financiële sponsoring. Dat is, moet ik eerlijk zeggen, nu een heel klein beetje nog ingeslapen. Maar daar zijn we heel druk mee bezig om weer nieuw leven in te blazen. Want ik zag toevallig dat volgens mij verenigingen als die hier in de zaal zitten, Reiger Boys, maar ook Vronen en ook Odin, volgens mij daarop aangemeld zijn. Maar op dit moment nog niet heel actief. En dat zien we eigenlijk bij heel veel verenigingen. Hoe dat eigenlijk werkt, we hebben een klantenkaart, dat heet de Klant is Koningkaart. En een vereniging die kan zich daar binnenkort voor aanmelden. En als hij als vereniging is aangemeld, kunnen eigenlijk al hun leden kunnen ze gaan motiveren om hun klantenkaart te koppelen aan die vereniging. En eigenlijk het enige wat die klanten en jullie leden hoeven te doen, is eigenlijk boodschappen doen bij FOMAR. Wij houden bij hoeveel boodschappen zij bij ons doen. En ieder kwartaal maken wij 0,5% van dat bedrag over aan de verenigingen. Dus op die manier kunnen we heel mooi op een mooie manier denk ik ook financieel bijdragen. Voor ons is het natuurlijk heel fijn dat de leden weer boodschappen bij ons komen doen. Ja, oké. Dat is overigens een programma, dus nu op dit moment zijn we heel druk bezig met die techniek. Ik verwacht zo'n beetje dat we de zomer dit jaar dat helemaal rond hebben. En ja, dus eigenlijk dit is een beetje een primeur een beetje om te vertellen dat er aan gaat komen. En ik zou het heel leuk vinden inderdaad als jullie er uiteraard aan mee willen doen om op die manier meer sponsorgeld ook binnen te krijgen. Dus mochten jullie interesse hebben, er zit zometeen bij de uitgang eigenlijk een flyer mee, volgens mij, of kan het in ieder geval vast noemen, kick@fomar.nl. Als jullie daar een mailtje naar sturen, hebben we in ieder geval jullie gegevens, dat zodra het programma live is, dat we jullie kunnen benaderen om aan te melden. Oké, nou een tip om niet te negeren lijkt me. Martijn, jullie zitten in Leusden en natuurlijk alleen maar in Leusden, want als softwarebedrijf heb je gewoon één hoofdkantoor in de meeste gevallen. Maar jullie doen ook aan lokale projecten, toch? Ja, zeker. In Leusden mogen wij meer dan 75 grote en kleine projecten ondersteunen. Dat is de voetbalclub, de handbalclub, dat is een klein theatertje en dat zijn daar gewoon heel veel initiatieven. Ja. Waar ik eigenlijk het meest trots op ben is de Swim Experience. Dat is eigenlijk schoolzwemmen, wat we samen met de gemeente en alle scholen en een aantal bedrijven hebben opgezet. Want
schoolzwemmen, ik denk ook hier, bestaat niet meer. Dus waar zat nou het geld in voor het schoolzwemmen? Dat ging heel erg naar het vervoer van de kleintjes. Dus we hebben gezegd, alle kinderen met een diploma, dus groepen 5 tot en met 8, dat zijn in Leusden 1400 basisschoolleerlingen, gaan 4 keer per jaar zwemmen, krijgen dan zwemveiligheid, sociaal, beweging, lekker met elkaar. Allerlei oefeningen, op de kant klimmen, waterpolo, van een bootje afdonderen. En op die manier zijn ze lekker bezig, zijn ze druk. Ja, en dat draagt dan onze naam in Leusden. En daar ben ik gewoon heel trots op, dat je weer iets nieuws neerzet, wat er nog niet bestaat en wat dan eigenlijk weer een soort nieuwe standaard wordt neergezet. Ja. En dat past ook wel heel erg bij ons bedrijf om dingen te starten, dingen te initiëren. Het gaat vandaag ook over verandering. Nou ja, als je continu wil veranderen, moet je bij een softwarebedrijf gaan werken. Dus wij zijn heel erg gewend aan veranderen, omdat we het ook niet groter maken dan het is. Verandering moet je elke dag doen. En je moet zeker geen grote verandertrajecten aankondigen, want die mislukken toch altijd. Maar als je elke dag een klein beetje verandert, dan ben je een jaar verder, kijk je terug en dan ben je 20% veranderd. En dan ben je dus continu bezig om op zoek te gaan, sta je open. En nou, dat is iets wat mij zelf ook heel erg drijft. En zeker ook in Leusden. Ja, maar waarom zoeken jullie eigenlijk die binding met lokale projecten? Want dat is niet waar jullie... Ik vind een bedrijf neemt van de maatschappij. Hè. Wij hebben daar ons kantoor. Wij nemen. Dus je moet ook teruggeven. Dat kan in financiële zin zijn. Dat kan ook met allerlei leuke acties. Met duurzaamheid. Met nou ja, allerlei projecten die je ondersteunt. En weet je, ik denk dat heel veel bedrijven dat gewoon niet altijd serieus nemen. Ja, kijk, je rol als wat grotere organisatie in Leusden is ook dat mensen je op die manier zien. Wij zijn op dit moment een bijzonder indrukwekkend pand aan het bouwen, als ik zelf mag zeggen. Als je dat wil zien, ga naar avas.nl/nieuwbouw. En dat, ja, dat heeft een behoorlijke impact op de gemeente. Er komt ook een hoop voor terug. Ja, en daar moet je gewoon, denk ik, serieus mee bezig zijn als organisatie. Ja. Om je altijd te beseffen dat mensen ja, je op een bepaalde manier zien en je die verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Ja. Oké, helder verhaal. Dan Frank Jonker. Je zit hier ook nog steeds. Ja, eindelijk mag je iets zeggen. Manager marketing bij AZ. Wat doe je eigenlijk precies bij AZ in die rol? Want het heeft ongeveer dezelfde titel als die van Chantal. Maar jij doet het weer van de andere kant, neem ik aan. Horen jullie mij? Ja, nu wel. Dankjewel, Sander. Hij is heel divers met mijn team, want ik doe het zeker niet alleen. We hebben een heel mooi team waarmee we samenwerken. Een aantal pijlers benoemd binnen de club, binnen de afdeling marketing, wat we belangrijk vinden. Eén daarvan is de groei van de fanbase. Dus zorgen dat er zoveel mogelijk mensen bekend zijn bij ons. Zodat we hopelijk ook zo vaak mogelijk een vol stadion hebben. Ja. Daarnaast de sociaal-maatschappelijke projecten die Max al even aanhaalde eerder. En heel belangrijk is voor ons de activatie van de sponsorschappen. Dus het voorbeeld dat Vomer aanhaalt, met Avas hele mooie dingen mogen doen. We begonnen alle twee weer een beetje te glimlachen toen we de helikopter zagen landen. We hebben ooit een actie uitgerold onder onze fans. En dat is denk ik voornamelijk wat we met Avas mogen doen. Is mooie acties onder de AZ-fans voor wat zorgt voor een hoge betrokkenheid. Fans konden zich opgeven, hebben we hier ontvangen in onze bestuurskamer. We werden nietsvermoedend naar Den Helder gebracht en van daaruit met de helikopter naar het stadion gebracht. En dat was werkbaar uniek en een hele gave activatie. Ja, dat zijn acties waar jij voldoening uit haalt als manager marketing. Zeker weten. De voorbereiding was lang en redelijk gecompliceerd. Maar het allermooiste was dat de helikopter weer wegvloog. Dat we zeker wisten dat het allemaal goed was gegaan. Ja precies. Oké. Okay. Hoezeer heb jij eigenlijk de sportwereld zien veranderen in de 13 jaar dat jij inmiddels al bij AZ werkt? Ik geloof 13, 12? 12,5 jaar. Als ik het betrek op de marketingafdeling, dan zie ik steeds meer de toename van digitalisering. Dus voor ons is meten weten is tegenwoordig echt het uitgangspunt. Waar we dat 5 jaar terug echt op onderbuik deden, zijn we nu echt alles aan het doormeten. Dus als we met FOMAR een campagne hebben rondom wedstrijdkaarten, dan kijken we gewoon vooraf, dan kijken we tijdens de actie van hey, hoe doet de website, hoe doet die zijn werk? Scrollt iedereen naar beneden, houden ze ergens op? Werken de links op de juiste manier? Waar klikt men? Dus echt meten is weten. Ja, maar is daar dan een geavanceerde technologie voor nodig? Of zou dat bij wijze van spreken ook op lokaal niveau kunnen? Het kan op lokaal niveau, er zijn heel veel gratis toolings die je daarvoor kunt gebruiken. Wij hebben inmiddels wel een aantal specialisten aan ons gebonden die ons daar echt bij helpen. Maar dat kan zeker op lokaal niveau, omdat de tooling ook gratis is. Google bijvoorbeeld is onze beste vriend. Die levert heel veel diensten die je ook als amateurclub gratis in kan zetten. Ja, precies. Oké. Okay. Dus dat is een van iets van de afgelopen 5 jaar vooral
dat AZ daarmee ja, bezig is. Ja, ja, wat ik zeg, voorheen deden we dingen omdat we dachten dat we het zelf leuk zouden vinden. Ja, en nu test je gewoon continu van, wordt het ook goed opgepakt door supporters of door sponsoren? We meten continu wat de resultaten zijn. Ja, oké. Okay. Hoe wordt vanuit het perspectief van AZ eigenlijk gekeken naar, naar sponsoren? Moet AZ zich vernieuwen op allerlei vlakken om interessant te zijn voor bedrijven die er mogelijk geld in stoppen? Ja, dat denk ik wel. We werken al een flink aantal jaren samen met de Rabobank. En de samenwerkingstermijn is ongeveer 3 jaar. En ieder jaar sta ik samen met Mike Koster, dat is onze commercieel manager, voor de uitdaging om dat sponsorschap zoveel mogelijk te vernieuwen. Zij zitten bijvoorbeeld, vinden het heel erg belangrijk om ook jeugd in beweging te krijgen. Dus daar hebben we 3 jaar terug bedacht om gezamenlijk clinics in de regio te organiseren. Ja, oké. Okay. En daar doe je er nog meer mee, neem ik aan. Ja, met de Rabobank is dat een van de voorbeelden die we doen. Maar ook met AFAS gaan we richting basisscholen om daar wat informatie te geven over hoe je gezonder kan leven, bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Dus eigenlijk, je kunt niet stil blijven staan. Als nee, zeker niet. En ja, dan toch weer dat op amateurniveau, is dat dan hetzelfde of is dat toch weer wat lastiger uitvoerbaar? Nou ja, ik denk dat bij amateurclubs de basis moet goed zijn. Er moet een duidelijke sponsorpropositie zijn. Ik heb er nog één voorbeeld van vanuit de KNVB. Dat komt zo meteen misschien nog even naar voren. Maar ik denk dat dat wel de basis is. Ik denk dat er veel verloop is bij amateurclubs. Dus je zorgt dat die goed staat. Ja. Dat je als club beseft dat je, net werd het eerste team, het kapitaalste op het veld werd aangehaald. Maar ik denk ook dat je als club zijn een gemeenschap vertegenwoordigt. Als je die goed aan je weet te binden, dan denk ik dat het eenvoudiger wordt om sponsoren te overtuigen om met jouw club in zee te gaan. Ja, precies. Dus het is meer dan voor jullie, voor jouw afdeling. Het is meer dan alleen maar een paar onboarding verkopen. Bij wijze ja, en ja. Ik denk dat je die lijn ook door kunt trekken als amateurvereniging zijnde. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, Chantal, wat is volgens jou de reden dat veel amateurverenigingen toch wel wat moeite hebben om sponsors te vinden? Heb jij daar een idee over? Ik denk lastig, maar misschien ook wat wij zelf inderdaad wel merken, soms dat verenigingen vrij gemakkelijk, in ieder geval zo voelt het soms inderdaad, naar heel veel partijen gewoon mailen, oh, hallo, dit is ons aanbod, dit is onze brochure, alsjeblieft, dit zijn onze opties. En wij juist altijd veel meer inderdaad heel graag willen kijken van oké, hoe kunnen we echt samenwerken? Hoe kunnen we echt een win-win situatie van maken? Inderdaad niet alleen een bord of een shirt sponsor zijn. Die naamsbekendheid, ja, daar is het vaak niet heel erg om te doen. Het gaat veel meer om de betrokkenheid. Hoe kun je er samen iets moois van maken? En dat je daar als club ook gewoon zelf actief in meedenkt. Want er zijn ook heel veel verenigingen die ons wel benaderen en zeggen nou, we hebben dit of dit evenement of we hebben dit idee. En we hebben een hele goede zichtlocatie langs een bekende weg of we... hebben een bepaald evenement of een sporttoernooi, dan noemen we een veld, ik noem altijd FOMAR-veld, dan word je zo vaak omgeroepen. En, of we hebben diploma's die we uiteindelijk meegeven aan mensen, dan kun je opgedrukt worden of we gaan een kleurplaat laten uitdelen. Maar dat je heel erg eigenlijk veel meer samen nadenkt van hoe kunnen we daar gezamenlijk een mooie invulling aan geven. Ja. Gebeurt overigens ook al heel veel, maar dat zijn wel altijd de aanvragen die bij ons trekken. En denken, hey, dat is leuk, daar kunnen we wat mee doen, daar willen we bij zijn. En wat dan ook vind ik, ja, altijd wat wij heel leuk vinden, en ik denk ook een tip aan jullie is, maak dan ook foto's van wat gebeurt er uiteindelijk, of een video, om dat terug te koppelen aan ons. Omdat wij vinden het ontzettend leuk om te zien van, oh ja, dat evenement heeft ook echt plaatsgevonden. Of, en zo was ook uiteindelijk de zichtbaarheid. En dan is bij ons dan ook, zo ben ik eerlijk in dat je dat dan herinnert. En als een vereniging zich dan een paar maanden later meldt, of soms wel een jaar later melden dat ze weer iets hebben, dat je denkt, oh, dat was echt leuk wat we toen gedaan hebben. Dus dat gaan we nog een keer doen. Ja, precies. Oké. Martijn, AFAS, die sponsort natuurlijk niet alleen AZ, maar ook bijvoorbeeld AFAS Live, het AFAS Circus Theater en de Belgische club KV Mechelen. Waarom deze partijen? Is er een specifieke reden voor jullie wat jullie ertoe brengt om een bepaalde partij wel te sponsoren en een ander niet? Ja, wij hebben natuurlijk een product wat heel saai is. De meeste mensen hier werken in een bedrijf en die werken ook met zakelijke software. Nou kan je vertellen, de meeste mensen zullen daar geen fan van zijn. En dus wij zijn altijd al op zoek geweest naar hoe kunnen we ons merk nou sexy en leuk en spannend maken. En dan moet je emotie toevoegen. En dat hadden we altijd met tennis. Nou, 10 jaar geleden hebben we dat gevonden in voetbal. We zijn in theater gestapt. En sinds een paar jaar bij AFAS Live ook in muziek. En dan zie je dat we heel mooi alle doelgroepen kunnen binden. Toch wel een beetje de mannen, de vrouwen en de jongere mensen. En dat we gewoon heel veel emotie toevoegen aan het merk AFAS. Want we zitten een beetje in een soort tweespalt. Aan de ene kant moet ons merk heel betrouwbaar zijn. Bijna 2 miljoen mensen in Nederland ontvangen elke maand hun salaris via ons systeem. Dus dat is best een grote verantwoordelijkheid. Dus dat moet goed, stabiel, veilig.
En aan de andere kant moeten we gewoon een heel erg leuk, uitdagend en spannend merk zijn. Omdat we ook emotie willen toevoegen. En we willen ook het verschil kunnen maken. Want er zijn heel veel softwarebedrijven. Nou ja, en daarom komen wij op een sponsorpropositie. Die niet gisteren is geboren, dat doen we al heel lang. Alleen waar je wel elke keer een lerend effect in stopt. Van nou, wat we bij AZ hebben geleerd, passen we nu ook toe bij Avens Live. Ja, precies. En is dat voor amateurverenigingen dan ook interessant om bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om je op een bepaalde manier te profileren? Om zo bijvoorbeeld een partij aan je te trekken? Ja, dat denk ik wel. Kijk, Chantal zegt terecht dat ik zie ook heel veel standaard aanvragen binnenkomen. Er staat de beste boven en dan denk ik, ja, dan ben ik al weg. Maar ik denk ook, en Max gaf dat ook net aan, kijk, we moeten niet te klein denken met z'n allen. Deze club gaat gewoon kampioen worden. Mag ik wel zeggen, sponsor, toch? En ja, jij wel. Ja. En dat moeten jullie ook allemaal doen. Hoe ga je nou kampioen worden in jouw regio qua sponsoring? Dat betekent dat je ook de grotere bedrijven moet aanschrijven. En dat je daar echt een mooi verhaal moet maken. Dat je je moet verdiepen in die organisaties. Maar ook moet verdiepen in de mensen die die aanvraag beoordelen. Dat is allemaal niet zo moeilijk, want dat staat op internet. Iedereen knalt het hele internet over. Dus je weet, als je mij gaat googlen, weet je precies hoe je morgen een sponsoraanvraag moet insturen. Maar denk ook nou eens groot, want ik vind dat we daar heel erg behoudend in zijn. Toen wij in 2010 dachten, hey, AZ komt wellicht beschikbaar, zou dat iets voor ons zijn? Was de helft van onze organisatie, ja, daar zijn we nog niet aan toe. En daar was ik misschien ook wel eentje van. En de andere helft zei, jongens, nee, dit is juist de stap om te gaan komen waar onze ambities liggen. Dus misschien een tip van mij naar jullie, denk nou eens wat groter dan je misschien denkt. Waarom bel je de FOMA niet? Waarom bel je niet eens een grote organisatie? Waarvan je denkt, ja, die wil ik gewoon op het shirt hebben of op het gebouw. Weet je wel, je kan altijd minder worden, maar denk niet te klein. Ga doorpakken, het heeft ons heel veel gebracht. Ja, oké. Frank, hoe weet je als club dat het idee wat je hebt, dat sponsors gaat aantrekken? Is daar een graadmeter voor van pling, nu weten we zeker dat het gaat lukken? Hoe we ons nu profileren, daar kunnen de sponsors niet meer omheen. Nou, als ik kijk bij ons op het niveau van strategische partners, dan is het heel erg luisteren naar waar de behoeftes liggen. Dus wij kunnen natuurlijk van allerlei brochures uitgeven van, nou, wij denken dat je dit zou moeten doen, je moet het zussen en zo invullen. Maar waar liggen de behoeftes van de partner zelf? Dus we zijn met FOMA bijvoorbeeld, hebben wij gedacht van, nou, misschien is het wel handig om eens te laten zien waar wij zitten met onze amateurverenigingen. Hoeveel raakvlakken dat heeft met het werkgebied van de FOMA. En zo zijn we eigenlijk in gesprek gekomen. Ja. Dus ik denk dat de belangrijkste les is, luister naar wat een potentiële sponsor met jou als platform zou willen. En probeer die behoeftes in te vullen. Precies. Oké. Uiteraard is interactie is wel een belangrijk deel van deze avond. Niet alleen in de vorm van de brainstorm sessies. Maar dit is ook een moment waarop jullie vragen kunnen stellen aan een van de drie in dit panel. Dus is er iemand met een vraag voor Martijn, Chantal of Frank? Ik zie daar een vraag. Je kunt hem ook gooien. Nou, eigenlijk dacht ik, wij zitten dan bij een hele kleine vereniging. En ja, wat maakt ons dan aantrekkelijk voor grotere bedrijven? Nou ja, kijk, heel veel bedrijven zijn juist op zoek naar maatschappelijke verankering en duurzaamheid en verbinding. En wij als bedrijf zijn ook niet meer sponsor van AZ om naamsbekendheid op te bouwen. Wij zijn er om een relatie aan te gaan met de fans, om duurzaamheid, talentontwikkeling, al dat soort thema's te adresseren. En ik denk dat we misschien het idee hebben dat als jullie op zoek gaan naar een mooie sponsor of een partner, dat je dat doet in eerste instantie omdat die partij op zoek is naar naamsbekendheid. Maar die chip moet je denk ik afvinken en je moet gaan nadenken welk kapitaal kan je als club bieden op het gebied van verbinding met de lokale maatschappij, talentontwikkeling, duurzaamheid, allerlei andere maatschappelijke projecten. En Chantal zegt het net ook, daar staan zij ook heel erg voor open. He, dus het grote FOMA misschien in jullie ogen kan zomaar een hele strategische partner worden voor ook wat kleinere amateurvereniging. En zeker een supermarktketen is verankerd, niet alleen in de regio, maar ook in elke stad en dorp. Nou ja, dan kan je hem al invullen. En kijk, Frank haalde het net al even aan, de sponsorpyramide. Wie van jullie heeft een sponsorpyramide? Even de handen. Kijk eens even om je heen. 1. Een sponsorpyramide is heel simpel. Je gaat zitten met het bestuur of met een aantal vrijwilligers. Je pakt zo'n flipboard. Je maakt een driehoek.
daarbovenin zet je je hoofdsponsor. En je gaat dus inkleuren. Hebben we een zorgverzekeraar, hebben we een supermarkt, hebben we een slager, hebben we een fiets. Oké, jongens, vervoer, hebben we een transportpartner. Gezonde voeding, hebben we een voedingspartner. Media, hebben we een mediapartner. En eigenlijk ga je dat allemaal inkleuren in een soort vlekkenplan. Frank, ik kijk even jouw kant aan. Dat hebben jullie hier staan, hè, dus misschien kan je dat ook delen. En op die manier ga je gewoon inkleuren waar hebben we als club allemaal behoefte aan. En welke bedrijven, welke merken horen daarbij. En dan kom je eigenlijk tot een hele mooie piramide van een aantal grotere partijen en heel veel kleintjes. Want laat het ook duidelijk zijn, het is ook heel gezond om je te verbinden met heel veel merken en bedrijven. Is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, dankjewel. Oké, verder nog vragen? Ik zag er daar net eentje. Goedenavond, Erik Burger, Golping Boys. Een vraag voor Frank Jonker. In 2019 heeft de Rabobank aangekondigd om profclubs, amateurclubs te weren als klant. Hoe past dat in je marketingbeleid? Was gelukkig bij ons niet van toepassing, want direct gingen ze aan de telefoon om aan te geven dat het niet voor bestaande samenwerkingen gold. Oké, maar goed, de gedachte is natuurlijk wel daar gezet in de pers natuurlijk. Dus dat geeft toch een bepaalde publiciteit rondom je sponsoring, zeg maar. Dus ik wil even zien hoe je daar invulling aan geeft met de Rabobank. En aan vervolle stappen die je dan doet om sponsoring in te kleden met de Rabobank. Ja, wat bedoel je dat? Nou, de campagnes die je dan doet met de Rabobank, zeg maar. Hoe je dat dan rijmt met wat de publiciteit heeft aangegeven in de kranten. Ja, maar wat ik zeg, dat sloeg echt op nieuwe sponsorschappen. Wij zijn in gesprek met over een nieuwe samenwerking, waarbij we dus kijken naar de behoeftes die de bank wil invullen. En nou, ze hebben aangegeven dat het niet voor AZ betrof. Dus dat heeft voor ons dan heeft dat geen invloed op de gesprekken. En dank voor je toelichting. Ik ben nieuwsgierig naar de matrix van de piramide, zeg maar. Bijzonder interessant om even te luisteren hoe dat vormt. Ja, nou, dat is wel een goede voorzet van Martijn. Ik gaf net aan dat als wij in gesprek raken met sponsoren, dat we ze niet direct een brochure geven van dit is de mogelijkheden. Uiteraard hebben we wel op meerdere niveaus, hè. Je noemde de sponsorpiramide. We hebben wel degelijk een online brochure, die kun je gewoon bij ons inkijken. En vaak is dat voor ons wel het vertrekpunt om van daaruit in gesprek te gaan met potentiële partijen. En ik heb ook nog één overzicht van de KNVB Assist, als je hem zo wil laten zien. Komt-ie. Ik vond dit namelijk wel een hele handige tooling vanuit de KNVB zelf. Gewoon op de website van KNVB staat een heel gedeelte met betrekking tot sponsoring. En één heel simpel voorbeeld, jij gaf net aan van ja, wat kunnen wij een potentiële sponsor bieden. Daar staat ook gewoon uitgelegd wat je voor een bordreclame zou kunnen vragen. Hun advies is bijvoorbeeld 30 cent per lid. Dus als je 8000 leden vertegenwoordigt, dan zou je dus €240 voor een reclamebord kunnen vragen. En dat soort handvatten kan je hier terugvinden en dat vond ik wel heel erg handig. Nog een andere vraag. Iemand? Die zijn vinger op zak? Stiekem? Nee, niemand? Oké. Dan Chantal, heb jij misschien nog een specifieke tip voor, of iets wat je mee wil geven aan de mensen in de zaal? Ja, wat ik in ieder geval heel leuk vind inderdaad om nog te vertellen is dat wij inderdaad, wat ik al zei, continu bezig zijn om mensen te binden aan ons. Omdat dat best een uitdaging is, omdat wij vechten tegen hele grote landelijke supermarktketens. En misschien inderdaad om een beeld te geven, volgens mij van alle bruto media bestedingen vorig jaar van supermarkten was 0,32% kwam van FOMAR. Dus dat geeft wel aan hoe klein wij in dat medialandschap zijn en hoeveel wij het juist ook moeten hebben van lokale zichtbaarheid en lokale initiatieven om mensen aan ons te binden. En een beetje in het verlengde daarvan zijn we ook nu druk bezig met het ontwikkelen van een campagne die we dit voorjaar / zomer willen gaan lanceren. En een onderdeel daarvan is dat we eigenlijk leden van verenigingen een gratis strijkplaatje willen aanbieden met het logo van hun club. Waarmee ze dus hun t-shirts, voetbaltassen, wat dan ook eigenlijk kunnen versieren. En ja, mochten jullie daar interesse in hebben, zou ik heel hartstikke leuk vinden als jullie je logo daar voor bij ons willen aanleveren. Zodat wij voor al jullie leden een strijkplaatje kunnen maken. En ja, voor jullie denk ik een leuk extraatje voor de leden. En voor ons hopelijk weer een mooie binding en zichtbaarheid in de lokale gemeenschap. Ja, presentje van FOMO dus. Ja, klopt. Dus inderdaad, zo direct als jullie ook vertrekken, dan hebben we een kleine goodiebag voor jullie samengesteld met wat producten die we bijvoorbeeld ook graag vaak sponsoren bij evenementen. En daarin zit ook een flyer waarin staat hoe dat werkt. Eigenlijk het enige wat jullie hoeven te doen is het logo aan te leveren en dan verzorgen wij de rest. Ja, oké. Dankjewel. Martijn, heb jij nog iets wat je wil meegeven aan de zaal? Ja, wij waren jarenlang hoofdsponsor van Roda 46, best een goede amateurclub in Leusden.
En op een gegeven moment merkten we dat wij, omdat we groter werden, heel erg verstikkend waren. Dus de rol van hoofdsponsorschap, die we met heel veel plezier invulden, betekende wel dat we zo dominant en zo zichtbaar waren dat andere bedrijven het eigenlijk niet meer durfden. Dus toen hebben we eigenlijk gezegd van, joh, weet je wat we doen? We gaan de plekken voor op het shirt gaan we vrijgeven. Dus elke ouder van een jeugdteam of wat grotere bedrijven van de seniorenteams, die kunnen hoofdsponsor worden voor een mooi bedrag. En wij gaan gewoon naar alle shirts, en dat is natuurlijk iets wat we in de komende jaren gaan doorvoeren, gaan wij naar de rug. Dus AFAS staat letterlijk voor en achter de club, maar niet meer voor op het shirt. Dus de club krijgt veel meer inkomsten doordat allerlei kleinere ondernemers en ouders ook ruimte krijgen om te adverteren. En het punt wat ik wil maken is, ga ook in gesprek met je sponsors, je hoofdsponsors in die top van die piramide. Want wij kwamen er gewoon achter dat we met de beste bedoelingen eigenlijk heel slecht bezig waren. Doordat we een niet duurzaam sponsormodel hadden. Waardoor Roda eigenlijk een beetje aan het infuus zat bij ons. In plaats van dat ze open stonden voor connecties met andere bedrijven. En ja, dat voelt gewoon heel goed. Het voelt ook niet als een stapje terug. Het voelt eigenlijk als een stapje verder. Terwijl we minder zichtbaar waren. Maar de waardering vanuit de club en de leden is juist enorm gestegen. Ja, oké, helder. Dus durf ook anders te denken. Durf anders te denken is dus eigenlijk de boodschap ook vanuit de andere kant van de tafel, denk ik. Ja, en continuïteit. Dus zorg dat er een duidelijke sponsorpropositie ligt. En die ook geborgd is binnen de amateurclub. Ja, oké. Is er nog een laatste iets wat jullie willen meegeven aan de zaal? Ik ben altijd wel heel jaloers op Chantal dat ze leuke acties kan doen in de supermarkt. Kan jij dat niet dan? Nou ja, heb jij ooit een speler iets zien doen met bedrijfssoftware? Nee, heb ik hem ze niet. Ze krijgen hun salaris via, dat is mooi, elk moment in het jaar. Maar. Ja, precies. Nee, dat doen jullie echt heel goed. En ik vind het trouwens ook heel gaaf dat wij als partners elkaar ook de ruimte geven om de zichtbaarheid te pakken. Hè. Dus het gebied gezonde voeding, daar kunnen wij als hoofdsponsor misschien wel zeggen, ja, we willen zichtbaar zijn. Maar dat is een domein waar wij niks te zoeken hebben. Dus FOMA, pak dat goed in. Als jullie dat goed doen, straalt dat ook weer af op ons. En ik denk dat we daar met alle partners van AZ goed in slagen. Ja, precies. En zoals de mensen straks een goodiebag van FOMA meekrijgen, zoiets is voor jullie simpelweg niet mogelijk. Nee, ik wil wel een goodiebag software maken, maar dat... Nee, precies. Jullie weten wel dat je allemaal klanten kan worden. Dan krijg je de beste software van Nederland. Oké, nou, dank jullie wel Martijn Delhaai, Chantal Dana en Frank Jonker. Sorry, jullie krijgen allemaal nog een bosje bloemen, geloof ik. Maar jullie worden achtervolgd, dus dat komt allemaal goed. Oké, dan wordt het voor ons tijd om naar brainstorm sessie 2 te gaan. Hoe maak ik mijn club interessant voor sponsoren? Nou, er is hier natuurlijk al uitgebreid besproken. Zowel door sponsoren als iemand van de club die daar zijn best voor doet. Andermaal is de vraag, ga met elkaar in overleg en beantwoord deze vraag samen. Deel best practices met elkaar en dan komen we over ongeveer een half uurtje weer terug met het laatste deel van deze avond. Want er zit ook na de brainstorm zit direct de pauze aan vast. Dus u kunt daar een bakje koffie of thee halen. Tot straks dan. Paul gaat nog, dus ik ga dat nu even zeggen tegen de. Ja. Eén ding wat ik niet helemaal goed meegaf net is de brainstorm sessie duurt ongeveer een kwartier en daarna is er een kwartier pauze. Maar tussen die twee in komt Paul Brandenburg nog even het podium op om met jullie de vragen door te nemen. En die zien jullie dus zometeen na een kwartiertje en daarna kunnen we met z'n allen aan de koffie.
Nou, heftige en hevige discussies. Fantastisch om te zien. Ik wil jullie uitnodigen om een drankje te doen aan de bar. En over een kwartier gaat het programma door. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in wat andere tafels besproken hebben, her en der, ik heb al een rondje gelopen, liggen wat aantekeningen, best practices. Loop gerust rond tijdens de pauze en neem de dingen mee. Of in ieder geval maak foto's, et cetera, die voor jou van toepassing zijn. We spreken en zien elkaar over een kwartiertje.
Oké, hopelijk heeft de koffie goed gesmaakt. Het colaatje. We gaan weer hervatten. Pauze zit erop. Ga allemaal snel zitten aan tafel. Oké, het gros zit weer. Jullie hebben zojuist gediscussieerd over de vraag die hier op het scherm staat, nog steeds. Hoe maak ik mijn club interessant voor sponsoren? Natuurlijk als gevolg van het sponsorpanel wat we hier net hebben gehad met Ava's Fomar daarin. Ja. Jullie hebben daar alles goed eens over nagedacht en wellicht ook wat op papier gezet. Is er iemand die een best practice wil delen of een idee over hoe dit kan worden aangepakt? Iemand met een idee over hoe dit vraagstuk bij de kladden kan worden gepakt? Iemand stak zijn hand omhoog, maar volgens mij was dat alleen om een slokje te nemen. Dus, daar iemand hoor ik. Ja, ik moet hier praten, geloof ik. Hè? Marco Neuvel, KNVB. Wat ik doe voor de KNVB is eigenlijk dat ik invulling geef aan het kwaliteit- en performanceprogramma. Ik ben bij ongeveer 300 verenigingen geweest, denk ik, de afgelopen 5 jaar. Waar wij het eigenlijk over aan tafel hadden is dat je als vereniging goed moet bepalen waar je voor staat en wie je wilt zijn en wat je wilt uitstralen op je leden. En volgens mij hebben heel veel verenigingen dat niet zo goed in kaart. Dus dat zou een eerste kans zijn om dat in beeld te brengen en daarmee aan de slag te gaan. Oké, top. Dankjewel. Iemand die daarop wil reageren of een aanvulling heeft of een heel andere opmerking wil maken? Of iemand met een heel slecht idee, mag natuurlijk ook. Hè? Dat als voorbeeld voor hoe het vooral niet moet. Nou, als dat niet het geval is, hoop ik wel dat jullie ideeën hebben besproken die jullie mee terug kunnen nemen naar de club. Dat zou tenminste mooi zijn. Maar dan gaan we nu wel door naar het derde onderdeel van de avond. En dat is een presentatie van Liesbert van der Meer van Rotterdam Sport Support. Eigenlijk een presentatie die als voorbeeld uit de praktijk kan dienen. Een goed voorbeeld uit de praktijk, denk ik. Hoe het in Rotterdam wordt opgepakt. De problemen die we vandaag bespreken. Of de punten waar clubs tegenaan lopen. Graag op het podium, Liesbert van der Meer. Zo, Liesbeth, nou dan, ik geef jou maar gewoon gelijk het woord, want volgens mij ga jij een hele hoop vertellen over Rotterdam Sport Support. Dat hoop ik wel, althans niet zoveel over Rotterdam Sport Support, want wie wij zijn daar heeft u niet zoveel aan, denk ik. Liesbeth van der Meer, strategisch adviseur bij Rotterdam Sport Support. En met dank aan jullie Rotterdamse directeur denk ik dat wij hier staan. Of misschien omdat wij per 1 januari klant van AVAS zijn geworden. Wie weet. Wie is Sport Support? Even in het kort, dat kan ik vertellen, maar daar hebben we een mooi filmpje over.
times are changing en de wereld verandert. Ook al in dit filmpje wat we 2 jaar geleden maakten. Even voor jullie, wat is ons speelveld? 348 verenigingen, waaronder ongeveer zo'n 50 voetbalclubs. En toen ik 13 jaar geleden bij Sportsport begon, waren dat er nog 90. Dat zegt misschien ook wel eens iets over hoe de tijd verandert. En plusminus 100.000 sportende Rotterdammers. Dat zijn er nog veel te weinig. Ik mag het vandaag jullie meegenemen over hoe wij denken dat jullie in de toekomst meer kans hebben om te overleven. En dat heb ik eigenlijk gedaan aan de hand van 2 dingen waar wij in geloven. 1. Een maatschappelijke rol voor sportclubs. En daar kom ik straks nog op wat dat u gaat bieden. En 2. Een aantal trends die wij zien waar wij november dit jaar een actieprogramma op gelanceerd hebben richting onze clubs. En met een aantal trends die hier ook al benoemd zijn door de vorige sprekers. Dus volgens mij sluit dat prima op elkaar aan. Maatschappelijke rol van sportverenigingen. Wij zijn een jaar of 8 geleden een SportPlus-programma gaan optuigen. Waarom? Omdat wij toen al zagen dat in sommige wijken die sportvereniging niet meer automatisch hun leden binnenkregen. Maar er wel een hele sociaal-maatschappelijke opgave was in die wijken. En we zijn gaan kijken met een aantal vitale clubs. Dat waren er toen 10. Waarvan wij dachten, van, nou, die kunnen dat aan om verder te kijken dan alleen hun sport, waaronder een aantal voetbalverenigingen. En kijk nou eens, hoe ziet jouw wijk eruit? Ben jij een afspiegeling van je wijk? En wat kan je nou betekenen? Inmiddels hebben we 28 sportplusverenigingen die jaarlijks getoetst worden. Althans, jaarlijks een aantal. Je krijgt het predicaat voor 2 of voor 4 jaar. En allerlei initiatieven die gebeuren op die clubs, waarbij ik er zo nog even op kom wat dat voor de voetbalvereniging is. Waarom zijn we dat gaan doen? 1. Je ziet, en dat heeft u ook vast wel gemerkt, de gemeente krijgt een zwaarder takenpakket. Er komen steeds meer dingen op die gemeente af, waarin er wordt gezegd, ga het maar lokaal regelen. En 2. Zagen wij een kans voor verenigingen om zich te ontwikkelen, om echt die wijk in te gaan. Wij hadden clubs en die waren niet vindbaar voor hun wijk. Zelfs de voetbalclubs niet, maar zeker ook clubs als korfbal, handbal, de wat kleinere sporten. En die dreigden gewoon hun bestaansrecht te verliezen. En wij zijn gaan kijken met die clubs van, oké, loop nou eens een rondje door je wijk. Wat zie je? Welke problemen zijn er in die wijk? En waar wil je vooral als vereniging een bijdrage aan leveren? En dat heeft toen geleid tot per vereniging heel andere keuzes. Wij zeggen niet van clubs, je moet allemaal wat met gehandicapte clubs, je moet allemaal met oudere mensen. We zeggen echt van wat past bij je DNA en wat zou je willen betekenen. Nou, dat zijn we gaan doen. Soms ook met top-down projecten die landelijk gestart werden of lokaal gestart werd. Waarbij we zeiden tegen deze clubs van joh, participeer daarin. En doordat ze dat zijn gaan doen, merken wij een aantal dingen. Bij de eerste 10 clubs die floreren op dit moment. En of dat nou mijn eigen taftensvereniging was er 1. We hadden 100 leden, inmiddels hebben we 300 leden en een ledenstop. Komt dat allemaal door het SportPlus-programma? Grotendeels wel. Waarom? Zichtbaarheid. Wij werden opeens door allerlei instanties ook benaderd die ons heel aantrekkelijk vonden. Alleen maar omdat wij een predicaatje hadden en zeiden van hé, wij willen een rol spelen in die wijk. En opeens waren we vindbaar. En dat leidde tot een hele hoop leden en aanwas. Dat zijn we gaan doen, ook met voetbalverenigingen. En een mooi voorbeeld daarvan is Xerxes DZB bijvoorbeeld. Die hadden naastgelegen bejaardentehuis, heel veel eenzame ouderen. En die halen ze nog steeds elke wedstrijd van het eerste team op. Gaan jeugdleden onder meer, duwen ze letterlijk in de rolstoel naar de club. Die mensen krijgen een bakje koffie, hebben een topmiddag. En Xerxes DZB is een club van de wijk weer geworden, waar het voorheen een beetje toch een eliteclub was die op hoog niveau voetbalde. Wij denken dat dat op zich de toekomst heeft. En ook VOC, een mooi voorbeeld van wat zij zijn gaan doen. VOC, voor de niet-Rotterdammer, een club met een ballotagecommissie tot 2 jaar terug. In het gegoede Hilgersberg, waar iedereen een vooroordeel over had. Dat wouden ze anders en ze zijn gaan participeren onder meer met vreemdverbod.
En dan hoorde ik een aantal clubs al denken, maar wij bieden voetbal aan. Wij hebben 400 mensen op ons complex, 800 mensen. Dan zijn wij toch al heel maatschappelijk bezig en moeten we dit soort dingen gaan doen. Dat kost allemaal kader. En we hadden het net ook al, een van de sprekers die noemde dat daar zo'n druk op stond. In het geval van VOC, die zijn dit gaan doen. En het leuke is, er is nu een wachtlijst voor bardiensten op het moment dat de framers er zijn, bijvoorbeeld. Iedereen wil bardienst draaien omdat ze het zo tof vinden dat die gasten bij hun op het complex zitten. Dus het biedt soms ook weer mooie kansen. Daarnaast, the world is changing. Nederland verandert. We zien dat die clubs onder druk komen te staan. En dat is reden geweest voor ons om te kijken naar een actieprogramma vorig jaar. Van wat moeten wij nou doen als Rotterdam om die sportverenigingen te behouden? Want er is een veranderend behoeftepatroon, dat zult u ook merken bij uw leden. We horen vaak het woord consument wat gebruikt wordt. En leden doen niks meer en het is lastig. Leden worden ook niet meer automatisch lid als ze 6 zijn. En ze stoppen al een keer als ze 30, 35 zijn en geblesseerd raken. Of misschien nog zelfs langer lid blijven. Er is ook meer diversiteit in het aanbod. Hè? De Fit for Freeze, de Basic Fits, allerlei commerciële ZZP-partijen. Je kent allemaal de bootcampers wel. Dus er is meer druk op het verenigingsaanbod. Want bij al dit soort initiatieven kan je per keer betalen vaak. Het is laagdrempelig, Fit for Free goedkoop. Je kan komen wanneer je zelf wil en je kan 7 dagen in de week terecht in veel gevallen. Er zijn meer keuzes in vrije tijdsbesteding. Alleen al als je kijkt naar wat je allemaal kan doen, gaming bij de jeugd, daar kom ik straks nog op. Dus je moet meer concurreren. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen op een sportvereniging gaan. In ieder geval een schaarste aan vrijwilligers en bestuursleden. En financieel is het in ieder geval Rotterdam met de meeste clubs ook niet al te best en lastig. Organisatiestructuur, en daarmee hoop ik niemand tekort te doen, is vaak van tientallen jaren geleden verouderd. En zoals iemand al zei, we zijn heel slecht in staat om jongeren binnen die organisatie te krijgen. Ligt dat aan de jongeren of ligt dat aan u? En daarmee wil ik niemand beledigen. Maar hoe kijk je naar je organisatie en hoe ga je daarmee? En accepteer je dat het zo is of probeer er wat aan te doen? En het sportaanbod is toch traditioneel. We voetballen 11 tegen 11. Nou, inmiddels moet ik niet zeggen bij de KNVB, want de jeugdcompetitie is weer gewijzigd. Maar in principe is het nog steeds wel, we komen elke week voor een wedstrijd. En is daar weinig aan veranderd aan het concept. Dat vraagt wat, want wij denken eerder, als wij niks doen, dan geloven wij dat die vereniging in de toekomst niet meer bestaat. Is dat erg? Krijgen wij wel eens de vraag van commerciële partijen? Ja, dat vinden wij erg. En waarom? Wij vinden dat het belang van sportverenigingen groot is, omdat 1. Mensen blijven lang sporten binnen verenigingsverband, maar 2. Mensen doen daar zoveel vaardigheden op die ze in de rest van hun leven kunnen gebruiken. En de sociale binding, heeft een hele hoop voordelen en een hele hoop maatschappelijk belang als die vereniging wel blijft. Maar dan moeten we wel wat veranderen. En dan moeten we met z'n allen veranderen. En dat is soms lastig. Nou, wij hebben daar een actieprogramma verenigingen voor. En wij, moet ik zeggen, onze wethouder die dat gepresenteerd heeft, om te kijken van hoe gaan we dat dan doen. Met als doel vitale verenigingen en toekomstbestendige verenigingen. Hoe kan je de komende 10 jaar in ieder geval weer vooruit? Nou, dat heeft 23 actiepunten opgeleverd, die ga ik u besparen. Ik zal er een paar uitlichten vanavond. In ieder geval acties langs 5 pijlers die u niet onbekend, zullen in de orde klinken. Leden, want die hebben we allemaal nodig. Organisatie, vrijwilligers. We hebben financiën. Sponsoring kwam al te sprake bijvoorbeeld als heikelpunt, wat ook minder wordt. Maar ook veelal in Rotterdam zie je dat we met kostprijsdekkende huur zijn gaan werken. Althans, we de gemeente, waardoor clubs het ook allemaal lastiger hebben. Accommodaties. Belangrijk, hoe ziet je accommodatie eruit? VOC was vandaag de voetbalclub genomineerd voor een prijs voor meest duurzame accommodatie. Hebben het net niet gewonnen, maar zijn wel heel erg bijvoorbeeld bezig. Hoe kun je je accommodatie verduurzamen? En een veilig en positief sportklimaat. Want daar begint het bij zijn, als jij wil veranderen als club of als jij wil participeren in maatschappelijke projecten, dan moet partijen moeten wel zeker zijn dat het kind veilig daar kan sporten. En zeker met alle dingen, incidenten van de laatste jaren. Ik denk dat we dat allemaal belangrijk moeten vinden. Daar is een top 7 uitgekomen. Van waar gaan wij ons dan op richten? Ik zal daar een aantal straks nog toelichten. Flexibele lidmaatschappen. Multisport en blending geloven wij in. E-sports, dat is ook een leuke. Hij kwam er net al te sprake. Haat je het of omarm je het?
pilots met nieuwe bestuurs en ALV vormen, verenigingen ondersteunen bij sponsorwerving. Nou, toen net de vorige panel wat daar al het een en ander over zei. Multifunctioneel gebruik velden en kantines. Er worden bij ons amper meer complexen aangelegd die voor één sporttak geschikt zijn. Maar voor meerdere sporttakken te gebruiken zijn en op heel de dag te gebruiken. Dus wij gaan nu in Rotterdam toe naar een systeem waar u straks als particulier kan zien wanneer een voetbalveld vrij ligt en dat kan boeken. En als u dat doet, dan krijgt de vereniging daar korting op de huur op, want dan is een veld verhuurd. Komt dat weer ten gunste van die vereniging, bijvoorbeeld. En we gaan verenigingsconsulenten inzetten bij sportclubs waarin we ze gaan helpen met deze thema's. Waar denken wij dan dat het heen gaat? Flexibele lidmaatschap. Ik weet niet of u al gehoord heeft van het nieuwste initiatief Sport On, NOC NSF. Kent iemand dat? Gehoord? Dat is de toekomst. Althans, wij draaien op dit moment de landelijke pilot in Rotterdam. Wat is Sport On? Sport On is heel simpel. Een app die gaat concurreren met sportscholen. Want heel veel mensen, daar ben ik er één van, ik ben geblesseerd geraakt in mijn eigen tak van sport. Dan ga je naar een sportschool. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik kan bij het traditionele verenigingsaanbod eigenlijk niet terecht of te weinig terecht. Omdat ik de helft van de tijd niet in staat ben om te sporten. Sport On is een app waar je traditioneel verenigingsaanbod eigenlijk kan boeken via een app en per keer. Dus we hebben nu 30 clubs die daarin zitten. En bijvoorbeeld kunt u 5 lessen roeien boeken. Als je zegt van ik vind het leuk om met een groepje vrienden te leren roeien. Boek je bij de roeivereniging 5 lessen roeien. Je betaalt. Mag meestal wat kosten, want het richt zich vooral op de mensen die wel iets te besteden hebben. En je kan gaan roeien. Mijn tafeltennisvereniging zit erin. U kunt bij ons via die app een tafeltennistafel boeken. Op een zondag, op moment X. En je kan met je buurman, vriend, collega, kan je een balletje slaan. Zo zijn er tal van initiatieven van 10 workshops, hoe leer ik boksen, tot eenmalige dingen die je los kan boeken. Om uiteindelijk te zorgen dat die clubs meer in de picture blijven en ook deze doelgroep te bedienen. Want deze doelgroep vindt het vaak hartstikke leuk om wel iets in verenigingsverband te doen of op een vereniging. Maar zal niet meer lid worden. Strippenkaarten, dat is al langer natuurlijk het geval. Betaal je per jaar je contributie of ga je andere dingen doen waar je per keer kan betalen of per strippenkaart. Hoe ga je dat doen? Overigens zijn de top 12 bonden zijn hier ook mee bezig. Omdat de bonden nog steeds worden afgerekend op hun aantal leden. En ook de sportbonden zijn nu bezig met NOC-NSF. Van hoe kunnen wij onze contributies niet meer per jaar doen. Maar op een andere manier, zodat wij ook tegemoet kunnen komen aan verenigingen die andere vormen van lidmaatschap hebben. En ervoor zorgen dat die verenigingen ook wel hun leden aanmelden. Want dat is weer gunstig voor de KNVB, bijvoorbeeld in dit geval. Flexibele competitievormen. Het 11 tegen 11 op zaterdag of zondag, dat is voor sommige mensen ontzettend prima. Maar voor een hele doelgroep niet meer. Wat we in Rotterdam zien, zijn bijvoorbeeld initiatieven waarin er op vrijdagavond een veld beschikbaar wordt gesteld. Mensen via een appgroep aangeven of ze komen of niet. En er wekelijks 40 man staan te voetballen op een veld met een barbecue erbij. Betalen per keer, is razend populair. Ter plekke worden de teams gemaakt, ze gaan voetballen tegen elkaar. Topavond. Maar er zijn niet de mensen die uiteindelijk lid worden. Het grappige is wel vaak dat de kinderen van die mensen wel weer lid worden. Als je dan vraagt, van wat heb ik eraan als club? 1, je hebt je veld verhuurd op een tijdstip waar dat vaak op vrijdagavond niet gebeurt. Maar 2, je krijgt mensen over de vloer. En die hebben een netwerk en die brengen of kinderen mee of brengen op andere manieren weer leden aan. Dat zien we gebeuren. KNVB is ook aan het experimenteren natuurlijk met 7 tegen 7 voetbal. Allerlei dat soort vormen. En wij weten het ook niet allemaal. Ik heb de wijsheid niet in pacht en daarom hebben wij een stimuleringsbudget voor clubs in Rotterdam. Waarin wij het komend jaar zeggen, heb je een initiatief, vraag subsidie aan op dit thema en we gaan kijken waar het toe leidt. En we hopen dat daar het komend jaar gewoon een hele hoop mooie voorbeelden uit ontstaan, want wij kunnen het wel allemaal verzinnen voor clubs. Maar er zit ook gewoon heel veel inventiviteit bij clubs zelf. Multisport, omnisport, dat is een beetje een besmet woord, merk ik, bij clubs. Moet je dan gelijk fuseren of moet je dan gelijk in zo'n mooi clubverzamelgebouw met z'n allen? Maar het kan ook simpeler. We hebben bijvoorbeeld een handbalvereniging Atomium en daar kan je tegenwoordig ook Nordic Walking doen. Er vertrekt loopgroepjes vertrekken er, je kan jeu de boule en je kan van alles doen. De club was op sterven na dood. En inmiddels is het een van onze voorbeeldverenigingen in een wijk die het hard nodig heeft. Zonder dat ze gefuseerd zijn, zonder dat ze hun eigen identiteit, namelijk handbalvereniging, verloren zijn.
Want dat doen ze ook nog steeds, maar wel met dingen erbij waardoor ze en leden vasthouden die anders af zouden haken en andere mensen uit de wijk trekken. En ook weer andere vrijwilligers dus. Nou, we stimuleren laagdrempelig bewegen aan boord. We kennen allemaal walking voetbal wat nu steeds meer opkomt. Nou, je hebt ook walking hockey en zo zijn er tig walking sporten die nu opkomen. 7-tegen-7 voetbal. Allemaal dingen om mensen aan het bewegen te krijgen. Want wat je merkt is als mensen, zeker op seniorenleeftijd, nou sterker nog, als je kijkt naar mijn leeftijdscategorie rond de 40 al, en geblesseerd geweest, die gaan niet meer in een hockeyteam spelen. Althans, ik zou dat niet doen. En dan is iets wat laagdrempeliger is, is een ontzettend mooie tussenstap om die mensen ook weer te bereiken en te binden. Daar geloven we in die zin in. Blending van sportclubs met andere partijen, die vinden we spannend. Dat is nieuw. In ieder geval. Wat we nu doen is bijvoorbeeld commerciële freerunners, die hebben we gekoppeld aan turnverenigingen. En wat levert dat zo'n turnvereniging op? Nou, vooral één, dat zij hun leden van 14, 15 weer wat kunnen bieden, waar je normaal de gemiddelde met 13 afhaakt. Twee, een stukje bezetting van de zaal. En drie, dat ze met elkaar nu dingen doen. Dus het heeft ook een verlichting van vrijwilligers bezorgd, omdat die freerunners wat commerciëler kijken. Mijn eigen tafeltennisvereniging heeft stoelgym voor ouderen. Heel gek misschien voor een tafeltennisvereniging, maar wel een zaal leeg staan. Komen allemaal ouderen bij ons over de vloer. We zijn lid geworden van ons, wat de naastgelegen speeltuinvereniging, wat in Rotterdam nog wel eens voorkomt, die een voetbalpleintje hebt. Waarom ga je daar niet iets doen om die kinderen richting je vereniging te krijgen? Nou, zo zullen er ongetwijfeld nog meer dingen zijn, dus ook hier dagen wij clubs het komend jaar uit bij ons in Rotterdam om met eigen initiatief te komen. Deze. Sport door de verrekijker, een initiatief van de G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, waarin er een clubje nadenkt over digitale ALV's bijvoorbeeld. Want waarom kan je op je werk wel inbellen in een vergadering en kan dat niet bij een vereniging? En ik denk dat de gemiddelde voetbalvereniging die hier zit ook de 100 leden op een ALV niet zal halen. En als je het wel haalt, dan heb je vaak iets grondig verkeerd gedaan, want daarom komen mensen dan. Hoe kan dat anders? Nou, daar wordt nu naar gekeken, er wordt een tool voor ontwikkeld om dat bijvoorbeeld digitaal te doen. Is dat de enige oplossing? Vast niet. Maar het zijn wel ontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Projectmatig inrichten van verenigingen. We kijken nog steeds traditioneel bestuur. Je bent bestuurslid, dan krijg je een hele hoop taken. Daaronder heb je commissies en ze gaan zo maar door. Terwijl vaak nu de millennials, we hebben een onderzoek laten doen naar de millennials, de vrijwilligers van nu, wat hebben die nodig? Die willen niet meer zo'n bestuursfunctie doen. Dan kan je zeggen, ja, ho even, maar we hebben bestuursleden nodig. Maar je kan ook kijken, van hoe kan ik het anders indelen? Kan je taken opknippen, et cetera. En dan komen nu ook wat digitale toepassingen, zoals WhatsApp, programma's voor bardiensten, maar ook de nieuwste, die hebben de Sport Innovator prijs gewonnen. Hallo vriend, die gaat met jou voor je leden praten. Tenminste tegen jouw leden namens jou. Je laat je bestand in en dat ding, dat gaat gewoon een gesprek aan met een van je leden. Hey, heb jij misschien interesse om een keer een bardienst te doen? Kun je hem allemaal laten doen? Op grond van die antwoorden gaat dat ding bedenken. Oh, hij heeft nu 6 keer nee gezegd tegen een bardienst. Dat zal hij wel niet leuk vinden. Gaan we hem niet meer voor vragen, maar hij heeft wel ja gezegd tegen het helpen bij een evenement. Gaan we hem daar vaker voor vragen. Het gebeurt. Taki, een andere, dat is voor vrijwilligerscoördinatoren, als die in de zaal zitten nog wel een aardige. Dat is een app en die gaat helpen om alle taken op te delen, op te splitsen en vervolgens ledenprofielen te maken en te kijken wat matcht bij wat. Hoef je zelf niet meer zoveel na te denken. In een gamevorm zelf zit er nog in, daar zijn ze mee bezig om jongere leden via een game eigenlijk te laten zeggen wat ze allemaal leuk vinden en kunnen en doen. Dat soort dingen is op dit moment het gebeurt. Het is nog niet uitgekristalliseerd, we hebben de oplossing nog niet, maar het zijn wel ontwikkelingen waarvan wij denken, daar moeten we in mee. En daar moeten we wat mee. En de laatste, e-sports. Ik moet zeggen, het is al 4 jaar een heet hangijzer bij Sportsport. Want het is toch geen bewegen, wat moeten we nou met dat stomme gaming? En is dit het nou? En aan de andere kant zien we dat de jeugd van tegenwoordig, ik heb wat vrienden met kinderen in de leeftijd 10 tot 15 en die zitten boven en die gamen. En die komen amper het huis meer uit, ondanks dat er toch vrienden zijn die groot geworden zijn bij een sportvereniging. Dat zie je gebeuren. Dus wat kan je dan wel met gaming? Je ziet een aantal sportbonden. Een squashbond heeft een interactive wall waar je Finding Nemo squash kan doen. Fantastisch. Maar het kan ook simpeler. En onze stagiair Patrick die maakt een vlog over een van de dingen die we daar gedaan hebben.
Hallo, hallo, daar ben ik weer. Vandaag zijn we aanwezig bij Alexandra 66, waar de e-soccer competitie plaatsvindt. En zoals je kunt zien, zijn de jongens helemaal geconcentreerd. Ze zijn lekker aan het gamen. Het niveau ligt lekker hoog. We gaan zo naar beneden, want daar beneden worden de real life FIFA games gespeeld. Dus blijf kijken en we gaan zo weer lekker verder. Tyron, kan even kijken naar de camera. Kijk naar de camera en wat vind je van de dag? Ja, wat heb je allemaal gedaan? FIFA. Wat vond je het leukste nou precies van de dag? Dus toch wel de oefeningen, toch wel het echte voetbal? En welke oefening vond je het leukste om te doen? Ik zal hem even afbreken. Het geeft een beeld. Wat je hier ziet is dat we gaming combineerden met actief bewegen. Eigenlijk, we spelen FIFA na op het veld. Ontzettend leuk en grappig is als je die kinderen terug hoort, wat vonden ze dan het leuke? Ja, de FIFA was leuk, maar eigenlijk wat er op het veld gebeurde, vonden ze nog interessanter. Een manier om ze wel te binden aan je club. Het kan ook simpel door, zet eens twee van die computers neer op je club. Dan zeggen mensen, ja, maar dan gaan ze achter die game dingen zitten. En wil je dat? Maar ja, als ze het niet doet, dan gaan ze het thuis doen. Kan je ze soms beter op de club hebben en met elkaar een soort van binding laten hebben als dat ze thuis achter hun pc zitten. Ook daar gaan we mee experimenteren, gaan we clubs mee uitdagen van wat kan je daar nog meer mee. Maar wij geloven wel dat je er iets mee zal moeten als clubs, omdat deze trend die is er. En ja, je kan het ook niet negeren. Die e-sporters, ik had het er nog over met wat mensen van AZ. Als je kijkt naar die e-soccer league nu, als je kijkt hoeveel kinderen dat kijken. Ik was echt hoogst verbaasd. Dat is bizar hoeveel kinderen die gasten volgen. En dat zijn bijna populairdere mensen als de voetballers hier op het veld. Dat is, dus wij denken dat het moet. Wij denken in ieder geval dat het nu het momentum is wel om de handschoen op te pakken als sportsector. Daar kijken we ook naar onszelf, we kijken naar u. Omdat we nu denken dat nu de tijd rijp is om een aantal kansen te gaan pakken. We hebben het landelijk sportakkoord. Er gebeurt van alles nu in het land. We hebben lokale sportakkoorden waar dingen gebeuren. Er zijn kansen. En wij denken dat nu het moment is om in ieder geval duidelijk te maken, zowel bij uw gemeente als wij weer landelijk, dat die sportvereniging onmisbaar is, ook in de toekomst. En hoe wij denken dat met z'n allen te kunnen doen. En ik hoop dat ik u in ieder geval een paar ideetjes heb gegeven over wat er speelt en hoe dat kan. En blijf ons vooral volgen op onze website www.rotterdamsportsupport.nl. Publiceren we eigenlijk alles en alles wat we doen is ook gewoon gratis te downloaden. Van vlogs tot podcast, want we delen graag waar wij mee bezig zijn. Dus mochten we het interessant vinden, volg het vooral, jat het en maak het beter, zeg ik altijd. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Hier, nou, daar komt de gooimicrofoon of de wandelmicrofoon. Ongeveer hier. Oscar Vries, CVV Blauw-Wit, Wormerveer. Ik hoor je zeggen flexibele contributies. Hoe doen de Rotterdamse voetbalverenigingen dat? Soms heb je op een traditionele zaterdag al moeite genoeg om een elftal compleet te maken. En als je dan een flexibel contract hebt per maand, de ene maand heb je er dan straks 20 en de andere maand heb je er 5. Ja, dat vraagt dus ook voor de doelgroepen waar je dit voor gaat aanbieden, vraagt dat dus andere dingen. Dus voor degene die traditioneel competitie spelen, snappen wij. Dat kan je niet doen, alleen je kan nog wel nadenken van kunnen we het in half jaar opsplitsen in plaats van een jaar. Vraagt ook wat voor een bond. Maar zien we nu vooral bij de voetbal in 7 tegen 7, in de wat oudere doelgroepen. Of de hele kleinste jeugd waar de mini Champions League wordt gespeeld. Waarin er wordt gezegd van oké, dan doen we dat per kwartaal. We doen het per keer, dat varieert een beetje in welke vorm je dat giet en wordt gegoten. Voor de traditionele voetballers is dat nog heel lastig, maar dat vraagt dus ook inderdaad iets
van een bond straks om door te ontwikkelen. En waar je ook ziet dat een bond wel aan het nadenken is van hoe kunnen we wat meer flexibiliteit hebben. Omdat je anders inderdaad nooit die 11 mensen op dat veld krijgt. Dat snap ik. Die meneer daarachter, achter je. Ja. Dennis K. Colping Boys. Wat we bij Colping Boys hebben geïntroduceerd bij de seniorenteams, dat we een soort teamcontributie hebben geïnitieerd. Dus dat ze gewoon een vast bedrag voor het team betalen. En dan kunnen ze met 25 of 30 man gewoon, betalen ze relatief een kleiner bedrag. En dat hoesten ze dan samen op. Want ze willen vaak wel graag voetballen, maar niet iedereen wil het volle pond betalen. Omdat ze maar een paar keer willen spelen. Ja, ja, hele, hele goede suggestie. We zien nu overigens ook dat er sportbonden zijn, waaronder de Korfbalverbond waarschijnlijk de eerste. Gaan werken met verenigingscontributie en niet meer met ledencontributie. Om het mogelijk te maken als vereniging, ook om daar flexibeler mee om te gaan. Daar nog eentje. Ja, moet kunnen. Nee, alle... andere kant, ja. De bovenkant. Nu, bovenkant. Ja. Nou, allereerst dank voor de presentatie. Heel veel goede dingen uitgehaald. Het is ook wel een beetje een successtory. Zijn er ook dingen geweest waarvan je zegt, joh, dat is tegengevallen. Dingen waarvan je denkt, van, joh, dat hadden we anders ingeschat, maar dat moeten we niet meer doen. Daar kunnen we het meeste van leren, denk ik. Ook van de fouten. Nou, wat wij geleerd hebben, bijvoorbeeld met ons SportPlus-programma, de eerste 10 clubs... En daar mocht ik er ook een aantal van begeleiden. Daar hadden we liepen een traject door. Dan kregen ze dat predicaat en dat hielden ze. En die zetten we als showcases neer in de stad. En prompt ging er een kaart failliet. Oké, hadden we dus even niet over nagedacht. Dat we ook nog wel even de financiën moeten blijven monitoren nadat we zo'n traject hebben gedaan. Twee is, begin niet met alles tegelijk. We zien clubs vooral verzanden. Die denken, oh ja, we moeten aan de gang. En dan gaan ze 20 dingen tegelijk doen. Ze doen niks goed. Niemand weet meer waar ze van zijn. Pak dan liever één thema beet. Als ik kijk naar mijn eigen tafeltennisvereniging, hebben wij bijvoorbeeld revalidatietafeltennis beet gepakt. Omdat wij een revalidatiecentrum in de wijk hadden en onze sport daarvan leent. Iedereen weet nu, als je iets met gehandicaptensport wil, dan moet je daar zijn. Dat is heel duidelijk. Oudersport, nou, een aantal thema's beet gepakt, maar heel gericht. Ga niet alles tegelijk doen. En probeer niet alles tegelijk doen. En kijk echt van ook wat past bij de identiteit van je vereniging. Ander ding is, kijk ook wat je wijk doet. Want we zagen ook verenigingen en die zeiden, ja, we gaan het doen met ouderen. Vervolgens maak je een wijkanalyse. Ja, die zaten dus niet in de wijk. Heel logisch, maar het gebeurde wel in de beginfase. Dus kijk heel goed naar je omgeving. Maak gerichte keuzes op grond daarvan. En krijg je leden mee. Wij doen bewust ook inspiratiesessies voor leden van de clubs. Want uiteindelijk kan je het als bestuur wel willen, maar als je leden het niet willen... heb je een probleem. Dus we organiseren ook echt, als zodra de richting is gegeven aan dat maatschappelijk programma bijvoorbeeld, organiseren we ledenavonden om die leden mee te laten denken aan de concrete invulling, om te zorgen dat je draagvlak hebt. Want anders gaat het niet werken. Oké. Nou, dankjewel Liesbeth. Hartelijk dank voor je presentatie. En dan krijg jij wel op tijd nu door van mij dat je een fles wijn en een bos bloemen krijgt. Ja, applaus voor Liesbeth van der Meer. Ja, dan gaan we direct door naar het laatste onderdeel. Geen pauzes meer nu. Dat laatste onderdeel is opnieuw een panel. Deze keer met iets meer, geen sponsoren deze keer, maar mensen die meer aan de sportkant zitten. Dus ik ga ze gelijk maar eventjes naar het podium halen. Dat zijn de volgende mensen. Joost van Geel van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Aart Korenhof van de KNVB. Hubert Habers van Team Sportservice. En Paul Brandenburg. Nou, ga lekker zitten. Niet iedereen van jullie hebben de hele avond hier meegekregen. Om te beginnen met jou, Hubert. Jij komt eigenlijk rechtstreeks uit Heemskerk, hè? Inmiddels heb je volgens mij wel het onderdeel Liesbeth meegemaakt. Wat was er in Heemskerk te doen vanavond? Een avond over het sportakkoord, staat hij aan? Goed, ik denk dat hij aan staat. Ja, het was een avond over het sportakkoord. Ik ben naast verenigingsadviseur ook adviseur lokale sport. Ja. En dan mag ik
eigenlijk namens de sportbonden de services die in het kader van het sportakkoord richting de vereniging worden afgeschoten. Onder de aandacht brengen van de verenigingen en tegelijkertijd ook de behoeftes, dus de ambities en knelpunten van sportverenigingen ophalen, om die vervolgens te matchen met die services. Ja, ja precies. Dus jij bent verenigingsadviseur bij Team Sportservice. En ik dacht voor dit gesprek van vanavond, dacht ik nog van, ja, misschien ben jij hier de onbekende in het panel, maar dat valt volgens jou wel mee, hè? Heel veel gezichten. Ik zag wel wat bekende gezichten, maar we hebben onder andere met... Omdat je heel veel clubs hebt bezocht, volgens mij. Klopt, ja, met name met meer vrijwilligers in korte tijd. Een van onze methodes hebben we nu al 2000 clubs bereikt. Ja. En ik heb er zelf een groot aantal van ook geadviseerd. Ja. Ja. Ja, precies. En ook zelf ervaring in de voetbalwereld. Zo oud ben je nog niet, 34 geloof ik. Hè? Maar wel het jongste erelid van FC Lisse, waar je 10 jaar lang bestuurslid bent geweest. Klopt. Was dat een doel van jou om zo op die leeftijd al de jongste te worden? Nee. Nee. Hoe word je erelid dan bij FC Lisse? Heel hard werken, heel veel doen. Vooral veel innovatie binnen de club brengen. Wat heb je daarvoor innovatie gebracht? Ja, echt van alles. Van de jaarlijkse veilingavond die we organiseren, tot de voetbalquiz, tot het zomeravondvoetbal. Waarin we ooit 10 jaar geleden met 6 teams begonnen en nu meer dan 30 teams aan deelnemen. Elke zomer donderdag. Ja. Ja, nog wat van dat soort initiatieven. Ja, ontstond daar ook dan, je zegt veiling op de club. Jij hebt ook een eigen bedrijfje dat heet Veiling op je club. Ja. En niet om hier nu reclame te maken, maar volgens mij is dat best wel een initiatief waar ook... Ik werd toevallig vandaag gebeld door een club uit Alkmaar, die er vandaag niet zijn overigens. Oké. Okay. Ik begeleid ook 15 grote voetbalclubs bij de organisatie van een veilingavond. Uiteraard altijd voor een clubdoel, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw. Maar ook altijd voor een goed doel, zoals Kika of Spieren voor Spieren. Maar hoe ziet zo'n avond eruit? Hoe komt dat tot stand? We beginnen met de sponsorwervingen, waar we het net over gehad hebben. Dus we proberen 200 items en 50 advertenties ongeveer binnen te halen voor zo'n club. En vervolgens kom ik met een gastspreker, bijvoorbeeld Peter Heerschop, de avond openen. En daarna gaan we ineens door veilen, meestal vanaf 8:30 tot soms middernacht. Wat wordt er dan allemaal geveild? Van alles, van een wijnpakket tot een buitenlandse voetbalreis. En, er worden echt mooie bedragen opgehaald, tot zelfs boven de ton bij sommige voetbalverenigingen. Ja. En wordt het verschil dan gemaakt door een bekend hoofd voor te zetten, zeg maar, in de naam van bijvoorbeeld Peter Heerschop? Zeker, en ook door het feit dat we 100 sponsors specifiek uitnodigen, dat we die belangrijk maken, VIP-gast maken. Op een externe locatie, waarbij we ze echt even in de watten leggen. Ja. En die mensen kopen uiteindelijk 90% van je items en zorgen dat het een groot succes is. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk verhaal. Misschien ook wel een idee voor de clubs die hier aanwezig zijn. Dan ga ik door naar Joost van Geel. Volgens mij kom je ook wat later binnen, prestatiemanager bij de KNHB. Volgens mij ben je dan eigenlijk de bal van de hockeybond, de opleidingsbaas. Klopt dat? Ja, nu weet ik waarom ze me Paul noemden. Ik dacht al, waar komt het vandaan? Maar dat is dus de link. Noem ze je al Joost? Je lijkt een beetje op me misschien. Qua haar. Maar dat is vergelijkbaar, dat klopt. Het heet officieel prestatiemanager bij de Nederlandse Hockeybond, maar het is eigenlijk hoofdopleiding, wat Paul hier bij AZ doet. Ja precies. Oké. Okay. En dan begeleid jij dus de trainers van de verschillende jeugdteams van de bond, dus eigenlijk van de grootste talenten. Ja, het is net zoals bij de voetbalbond. Wij verschillende jeugdselecties van onder 14 tot en met onder 21, Jong Oranje. Jongens is het dan onder 23. En ik ben verantwoordelijk voor de coaches en het programma dat zij draaien. Ja, en heb jij dan ook, toen jij werd aangesteld in die functie, de doelstelling meegekregen om te vernieuwen of om bepaalde zaken te veranderen? Nou ja, ik vind vernieuwen is altijd een middel, nooit een doel op zich. Want volgens mij heeft de voetbalbond een prestatie- en innovatiemanager gehad met de volleyballer. En innoveren of vernieuwen is volgens mij een ding waarin je zegt van oké, we hebben een probleem, dus we moeten ergens een oplossing voor zoeken. En dan is vernieuwen kan een item zijn. Dus mijn opdracht was niet zozeer om te vernieuwen, maar wel om ervoor te zorgen dat wij... Kijk, bij de vrouwen zijn we natuurlijk absoluut wereldtop. Doen we mee, zijn we de grote favoriet straks als het doorgaat overigens in Tokio bij de Spelen voor Goud. Bij de mannen is dat een ander verhaal, is je concurrentie veel groter. En hoe gaan we weer de aansluiting bij de wereldtop zoeken krijgen eigenlijk bij de mannen? Nee, dat begint wel in de structuur en vooral ook cultuur in de jongenslijn. Ja. En daar speelt innovatie wel een grote rol, ja. Ja, precies. En lukt dat slaat dat al een beetje aan? Kunnen we over, misschien dit jaar nog niet, over 4 jaar de Olympische Spelen winnen met de mannen? Ja, dat is wel het doel. Ik denk dat 24 nog wat vroeg is, 28 sowieso in LA. En
Dat heeft natuurlijk te maken met, nou ja, wat ik net zei, wat voor structuur en cultuur heb je, maar je bent natuurlijk ook altijd heel lichtingsafhankelijk. En als je bijvoorbeeld hier kijkt bij AZ, wat er gebeurt, dat is natuurlijk wat de jeugdopleiding heeft gedaan aan de ene kant, maar ook dat je een aantal jongens in je opleiding hebt zitten die het gewoon goed kunnen. Want van een deux niveau maak je volgens mij nog steeds geen Formule 1. Nee, inderdaad, dat lijkt me ook niet inderdaad. Problemen die hier vanavond zijn aangekaart, je bent er niet de hele avond bij geweest. Ik weet niet op welk punt je precies binnenkwam, maar je weet ongeveer waar de avond over gaat. Onder meer ledenverlies van amateurclubs en wat kunnen we daartegen doen. Hetzelfde geldt voor sponsoren en vrijwilligers. Is dat hetzelfde in de hockeywereld? Ja, bij de hockeysport verliezen wij op het moment voor de 18e 65% van de leden. Ik geloof dat het bij voetbal zelfs 72 is. Dus dat zit is vergelijkbaar. Dus heel veel. Jullie doen het veel beter dus eigenlijk. Ja, een paar procentjes. Ja. En, dus dat is echt wel een probleem. Nou, we hebben ook gesteld als hockeybond, we willen in 28 die twee gouden medailles hebben en minder leden verliezen. Dat zijn eigenlijk twee belangrijke dingen. Dus het is zeker een herkenbaar probleem wat er speelt. Dat er gewoon heel veel de toko verlaten. Ja, en wat wordt daar nu aan gedaan? Wij als bond kijken wel naar een aantal dingen, maar laat ik even vanuit mijn perspectief kijken, sporttechnisch. Ik denk dat we de tijd een beetje voorbij zijn waarin je drie keer moet trainen en als je niet drie keer getraind hebt, dat je zaterdag niet speelt. Laat ik het maar even zo zeggen, omdat volgens mij is het, als je gaat kijken hoe 20 jaar geleden een sportvereniging was ingericht en nu, dat is nagenoeg hetzelfde, los dat er misschien één keer meer wordt getraind. Maar als je gaat kijken naar de wereld omheen met mobiele telefoons, televisie on demand en dat soort dingen, kan ik veel meer doen. Als ik het wil, dan zet ik het aan en als ik het niet wil, zet ik het uit. Dus kijkend naar dit fenomeen sporttechnisch is het volgens mij van belang dat je veel meer kijkt en intuïtief de motivatie van sporters. Dus zeg van oké, bijvoorbeeld bij een onder 12, dat is onder 12-1, onder 12-2, onder 12-3. En je traint één keer met je team en voor de rest kijk maar wanneer je komt. En dan scheidt het kaf van het koren zich wel vanzelf. Het punt is nu, en daar lopen wij wel heel erg tegenaan, is dat wij al op 10, 11-jarige leeftijd heel erg geselecteerd hebben. Een girafmodel vrouwen en uiteindelijk worden dat er nog minder. En uiteindelijk bij onder 18 of bij de eerste teams hebben we echt een probleem om überhaupt een selectie vol te krijgen. Ik hoorde net ook al iemand dat zeggen. Dus we gaan maar naar lidmaatschappen voor teams. Dus het is volgens mij veel interessanter om te zeggen vanaf in die basis, dus zeg maar tot een jaar of 14, dit is je team, maar je kan elke dag komen trainen. En dan, dat kun je natuurlijk doen op blokken van 6 weken of 8 weken op bepaalde thema's. Dat kan zijn uitverdedigen, middenveldspel, et cetera, wat je maar bedenkt. En dan ga je veel meer op motivatie intunen. Want dan zijn de jongens die het elke dag leuk vinden om te doen en dat volhouden, die uiteindelijk komen niet wel bovendrijven. En ik denk, want wat is het probleem van heel vroeg selecteren? We kunnen er namelijk helemaal niks van zeggen. Ik begrijp wel dat ding hier bij voetbal. In de zin van, ja, als wij ze niet halen, gaan ze naar Ajax. En dat is natuurlijk bij voetbal is dat echt wel een fenomeen. Maar even puur sporttechnisch gezien kan ik nooit zeggen, een jongetje van 10, dat is een fenomeen en dat andere jongetje wordt geen fenomeen. Dus wij selecteren heel veel potentieel uit wat uiteindelijk afhaakt. Daar zie je die 72 of 65% bij het hockey. En daar zitten denk ik heel veel jongens en bij ons ook veel meiden en misschien bij voetbal tegenwoordig ook meiden, die het wel zouden kunnen en willen, maar eigenlijk nooit gezien zijn. En de grootste reden om af te vallen, dat is even sportgeneriek, dus dat is niet alleen hockey, maar dat is ook voetbal, korfbal en tennis, is dat mensen zich niet echt verbonden voelen met een vereniging. Dus dat begint onderling, dat begint met de trainer en uiteindelijk ook met de hele club. Ja precies. Oké, is dat een herkenbaar verhaal ook vanuit de voetbalwereld, Aart Korenhof? Absoluut. Kijk, als wij kijken naar het aantal jeugdvoetballers wat we hebben, dat is zo'n 300.000 kinderen die voetballen, jongens en meisjes. En inderdaad, Paul, er worden steeds meer meiden. Dan denk ik dat we 270.000 kinderen vergeten. En dat we 30.000 kinderen een beetje begeleiden met de trainers, de gediplomeerde kenners. Dat betekent dus dat je 270.000 kinderen niet heel serieus neemt. En ik denk dat het nu tijd wordt voor ons als hele grote KNVB om na te denken van hoe krijgen we nou samenhang tussen breedte en top. Ja, dat we datgene wat Joost ook zegt, dat we niet zeg maar gaan investeren in de kinderen die uiteindelijk ook niet de top halen. Maar is dat ook een reden voor kinderen om bijvoorbeeld
niet lid of zich af te melden bij een voetbalvereniging bijvoorbeeld, dat hij merkt dat hij bijvoorbeeld niet tot de top behoort en dat hij dan mindere begeleiding krijgt? Is dat inderdaad, dat is de reden om eigenlijk te stoppen met voetballen. Wij zijn natuurlijk heel goed in om eigenlijk die kinderen door papa's en mama's te laten begeleiden. En op het moment dat we merken dat er heel veel ledenverlies is, dan komt dat vaak door die categorie kinderen die door dat soort papa's en mama's, die niet of nauwelijks opgeleid zijn, dat ze dan gaan stoppen. Ja. En dat is heel erg jammer. Ja. Want volgens mij is het heel makkelijk om als club erover na te denken van hoe je een plannetje gaat maken om juist te investeren in die breedte sportkinderen, want dat zijn er heel veel. En daar wil de KNVB heel graag bij helpen. Dus dat is wel, denk ik, het accent waar wij de komende tijd ons op gaan richten. Dat richt zich dan puur op voetbaltechnisch vlak eigenlijk, hè? Of ook de coaching ervan. Ja. Maar is er dan ook buiten het veld om, valt daar ook een slag te slaan? Of is dat eigenlijk bijzaak, al die zaken als e-gaming bijvoorbeeld? Ja, ik ben de voetbaltechnische man, hè. Ja. Uiteindelijk ben ik gebrainworst door Michels en Verlingen. Van uiteindelijk, wat we allemaal doen binnen de club, het gaat om het voetballen. Dus op het moment dat we dat niet voor elkaar hebben, dan kunnen we allemaal investeren in allerlei andere zaken. Maar als we daar al heel veel kinderen eigenlijk laten lopen door ze niet goed te begeleiden, dan doen we het niet goed. Dan kan dat gewoon beter. Ja, precies. Het enige, mag ik wat aanvullen? Zeker. Wat hier misschien wel interessant in is, is dat motoriek van kinderen gaat steeds verder naar achteren. Weet je, dat wijst menig test uit, waarin wij vroeger allemaal nog op onze kop in de boom hingen, dan wordt dat tegenwoordig niet meer gedaan. En als iemand dat doet, dan wordt hij aan 20.000 touwen gehangen. Is dat er, en de gymnastiekles is natuurlijk wel redelijk, maar goed, het buitenspelen, dat is natuurlijk een bekend fenomeen, is een beetje aan de achtergrond aan het verdwijnen. Is dat er eventueel een taak zit voor ons als sportvereniging van, hey, hoe kunnen wij nu, door zo'n dienst aan te bieden, dat kinderen ook weer gewoon een beetje gaan spelen. Dat scheelt je ook nog trainers trouwens, laat ze maar op het veld gewoon ballen, want het hoeft niet allemaal onder begeleiding. Weet je, jongetjes met vier jassen die gaan spelen, die maken 2 goals, gaan spelen, voetbal zonder scheidsrechter. En dat is volgens mij een beetje het fenomeen waar wij vanaf moeten, dat we alles moeten begeleiden. Het gaat om faciliteren van ruimte volgens mij die veilig is. Dat is de kern. Ja. En daarna is een keer een trainer erop. En dan komt het wel goed. Ja, oké. Okay. Even om Paul Brandenburg er ook even bij te halen. Hoe kijk jij hiernaar wat hier gezegd wordt? Want geloof jij erin dat het bijvoorbeeld alleen maar draait om die begeleiding op het veld? Nou, ik kan me volledig vinden wat Joost zegt. Ik zie wel voor me dat jij 5 dagen in de week tussen 5 en 6 de onder 12, 13, 14 jongens laat komen. En wie er komt, die komt er. Alleen je biedt ze wel allemaal de mogelijkheid dat ze hetzelfde programma aangeboden krijgen. Als ik dat nu vergelijk met mijn zoontje van 6, die net op voetbal zit. Ja, ik sta ten eerste te kijken naar 6-jarigen. Ik heb geen idee. Ik zie de een die rent wat harder dan de ander. De ander dribbelt wat beter en de ander schiet wat harder. Dus het is verdomde lastig om in die leeftijd al te zeggen van, nou, dat is hem of dat is hem niet. Dat is overigens ook het onderwerp wat we vorig jaar hebben besproken tijdens het seminar. Van ja, geef nou daadwerkelijk al die kinderen evenveel ruimte. Wat er nu gebeurt, mijn zoontje is wat kleiner en is wat minder vaardig met de bal en begrijpt het nog niet allemaal zo goed. Ja, die krijgt een uur lang wordt hij in een hoek geduwd met een goedwillende vader in zijn spijkerbroek met zijn handen over elkaar. En ze zoeken het maar uit. Op zich goed. Aan de andere kant, je moet ook het spel begeleiden. En aan de andere kant worden de zogenaamde grotere talenten al gediscrimineerd, bij wijze van spreken. En die mogen zaterdag een wedstrijdje spelen. En op dat moment, na 4 weken, zegt mijn zoontje, ik heb er al helemaal geen zin meer in. Oftewel, het te vroeg selecteren is aan de ene kant een enorme valkuil van de uitval. Ja, de uitval in de leeftijd 14 tot 18. En aan de andere kant ben ik het niet helemaal eens met Aad. Ik vind wel degelijk dat er meer op een club georganiseerd en gefaciliteerd kan worden om kinderen het een naar hun zin te maken.
Jullie hebben de hele avond al een legio aan voorbeelden vernomen. Maar ja, waarom op zondagochtend om 10 uur met een onder 17 gaan spelen? Als je ook op vrijdagavond kan spelen en er misschien wel een hele mooie avond van kan maken, waardoor ze na de wedstrijd in de kantine blijven plakken. Op dat moment misschien financieel voor de kantineopbrengst nog niet rendabel, maar op een jaar of 3, 4, doordat ze zo'n binding met je club hebben gekregen, met elkaar een seniorenelftal starten. En daar de derde helft vieren. Dus ja, ik geloof er zeker in de kwaliteit op het veld. Aan de andere kant moeten wij met name kijken van hey, hoe kunnen wij veranderen ten opzichte van de mensen die we voor ons hebben. De doelgroep. Maar goed, daar ben ik het natuurlijk mee eens. Hè, want kijk, Paul, op het moment dat we het op het veld voor elkaar hebben, dan hebben we denk ik ook als club een hele grote taak om naar die kinderen te luisteren. Wat willen jullie nou eigenlijk en wat zouden jullie nou leuk vinden? Dus een jeugdraad en kinderen erbij betrekken. Wat zou er naast het voetballen georganiseerd kunnen worden? Of wat zou er binnen het voetbal nog anders kunnen? Volgens mij is dat wel een stap waar ik ook achter sta. Dus het is niet zo dat het alleen maar om het voetballen gaat. Alleen heb ik het idee dat als we inderdaad ook wat de doelstelling voor vandaag is van de Noord-Hollandse clubs met voetballen naar een hoger platform brengen. Ja, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat wij zijn een voetbalbond. En dat betekent dat voetbal centraal moet staan. En dat we niet, zeg maar, ons moeten laten verleiden om naar ja, zoveel randactiviteiten te gaan. Dat die kinderen heel veel plezier hebben in alles wat er omheen gebeurt. En het voetballen gewoon niet meer zo leuk gaan vinden. Hoe denk jij hierover, Hubert? Nou, ik denk dat het voor kinderen vaak wel goed georganiseerd is, maar dat juist die pubers daarin vergeten worden. Okay. Ik merkte dat bij Liss ook. Ik heb wel eens onderzocht zeg maar, welke activiteiten wij allemaal naast het voetbal organiseerden. En dat was van Sinterklaasfeest tot voetbalkamp, maar allemaal gericht tot 14 jaar. Terwijl we juist zagen dat vanaf 14 jaar heel veel jeugdleden afhaakten. En wij zijn ook zo'n jeugdraad begonnen. Het project heet Who's Next. Dat kun je op googlen, doen heel veel bonden, investeren er ook in. En sinds we dat gedaan hebben, sinds we beter zijn gaan luisteren naar de jongeren, hebben we eigenlijk een verdubbeling van 14 tot 18 jaar op de club. Oké, hoe zijn jullie daar beter gaan luisteren dan, in gesprek met ze? Ja, vooral door activiteiten voor ze te gaan organiseren, maar niet alleen voor ze, maar ook met ze. Dus we hebben ze zelf belangrijk gemaakt, zelf laten brainstormen wat ze graag voor hun leeftijdsgenoten zouden willen organiseren en ze dat ook laten uitvoeren. En ze ook redelijk vrij laten. Nou, bijvoorbeeld als wij kwamen met een filmavond of een bingoavond, dan kwam er niemand, zeg maar. Nee. Maar zelf bedachten ze het FIFA-toernooi en zat de kantine vol met 100 jongeren, zeg maar. Dus zij hebben gewoon andere ideeën en het lukt hun ook beter dan volwassenen om hun leeftijdsgenoten aan te spreken. Ja, ja. Oké. Okay. Je bezoekt, zoals net al gezegd, heel veel clubs. Zie je ook wel eens dat dit bijvoorbeeld al helemaal wordt opgepakt? Of zijn er altijd bij amateurverenigingen bepaalde doelgroepen die al dan niet bewust over het hoofd worden gezien? Nou ja, ik merk dus dat het vanaf die 14-jarige leeftijd vaak over het hoofd wordt gezien. Ik merk ook dat vanuit de KNVB nu goede initiatieven komen, onder andere met zo'n jeugdraad bijvoorbeeld. Dus, of een jeugdalgemene ledenvergadering ben ik ook al een aantal keer tegengekomen, dus dat zijn wel positieve ontwikkelingen. Ja, ja precies. Ook op organisatorisch vlak bij amateurverenigingen. Het aantal vrijwilligers loopt nu natuurlijk ook terug. Is het misschien ook dat de amateurvereniging soms misschien wat saai is? Ik noem een algemene ledenvergadering. Nou, ik vraag me af of het aantal vrijwilligers terugloopt. Ik denk dat er zelfs meer vrijwilligers zijn, alleen dat ze op een andere manier hun vrijwilligerswerk invullen. Dus kortere tijden, zeg maar kleinere taken. En dat het niet meer zo is als traditioneel, zeg maar, de voorzitter die 30 uur per week in de club stak en ook nog achter de bar staat en grensrechter is. Zeg maar. Dus wat dat betreft verandert de tijd wel. Ja, ja precies. Maar je vindt niet dat bijvoorbeeld op een zeker moment moet er natuurlijk nieuwe aanwas komen, ook in een bestuur. Nou, ik sprak net toevallig met een jong bestuurslid van een club. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je zegt dus dat die kantine helemaal leeg zat. En daar kon jij daar iets aan doen? Nou, kantine helemaal leeg is overdreven. Alleen, ik liep wel als jonge, enthousiaste trainer tegen dingen aan. Ik wilde vooruit, maar de gevestigde orde vond die nodig. Een heel simpel voorbeeld. Vrijdagavond getraind met de onder 17. En na afloop van de training een kopje thee met z'n allen drinken.
Nou, dat ging van klein naar steeds groter. Dan nam die een pakje koek mee. Dan kwamen de kaarten op tafel. En aan het eind zat het hele team 2-3 uur lang na de training nog te chillen met elkaar. En met name omdat zij het heel leuk vonden om met elkaar die activiteiten te doen. In plaats van op straat te lopen of al thuis te zitten. Ja, waar liep ik toen tegenaan? Ja, ik zat nu in een hockey. We wilden graag de kantine open. Alleen dat was niet mogelijk. Om weer de simpele reden, ja, de kantineopbrengsten, de vrijwilligers, et cetera. Terwijl met name, wat ik eigenlijk net al zei, die kantineopbrengsten op korte termijn zullen niet sprankelend zijn. Maar daar gaat het ook uiteindelijk niet over. Het gaat uiteindelijk om die doelgroep, die 14 tot 18-jarigen, aan je te blijven binden. En op het moment dat die mensen bij je blijven, en straks een eigen bedrijf krijgen, of kinderen, of wat dan ook, ja, komt het alleen maar naar je terug. Oftewel, veel duurzamer denken dan op korte termijn denken van, ja, de omzet zal een tientje zijn. Ja, wat jullie eigenlijk allemaal zeggen is dat er een bepaalde omslag moet plaatsvinden op een bepaald gebied. Dat kan dan weer verschillen. Maar is dat dan ook iets wat al ingezet is eigenlijk? Absoluut, als ik kijk naar onze organisatie, waar ik nu, ik werk al heel lang bij de KNVB. Sinds 1990 geloof ik. Ongeveer. Ja, echt, dus heel, heel lang. Heel lang, ja. Ja. Toen ben ik geboren in 1990. Ja, om even duidelijk te maken. Ja, ja. Waar ik nu heel trots op ben, is dat we naar een situatie zijn gegaan dat we gaan inzetten op de hoofdopleidingen. De hoofdopleiding is zeg maar degene die verantwoordelijk is voor het runnen van zijn of haar jeugdafdeling. Zitten en dan, de twee naast je? Ja. Ja, eigenlijk voor jongens en meiden. Dat is eigenlijk waar we op inzetten. En dat kan voor de grote vereniging voor de hoofdopleiding A-cursus. En dan kan je dat zo uitrollen helemaal naar de basis. En zelfs voor de kleine verenigingen is het mogelijk de hoofdopleiding C-cursus te volgen. En dan heb je eigenlijk pupillen of juniorentrainer nodig om erop te komen. En het mooie daarvan is dat we niet alleen die trainer opleiden, maar die trainer die wordt geprikkeld om na te denken hoe die zijn club gaat helpen in het ontwikkelen, om het beter te maken. En het voorbeeld wat Paul aangeeft, van ja, de trainers bij elkaar halen en met elkaar een plannetje maken, dat zou daar uit voort kunnen komen. Dus die trainers die we dan opleiden, ja, die krijgen echt een opdracht van ga nou kijken wat er nog beter kan in die club. Ja, of wat er nog niet is. En ga daar met een werkgroep mee aan de slag. En dan heb je in ieder geval draagvlak en commitment. Als je dat voor elkaar hebt, dan ga je naar het bestuur. En dan ga je samen met de bestuurders ga je het plannetje uitrollen. En ik moet je heel eerlijk bekennen dat we in de afgelopen periode hebben we heel erg ons gericht op brandjes blussen. Dus we leiden trainers op en dan deed ik de UEVC geven. En dan was het weer bedankt en tot ziens trainer. En je bent die jongens kwijt. En de kracht van nu is dat je eigenlijk de club zelf moet laten nadenken waar de kansen liggen om zich verder te ontwikkelen, om zich te verbeteren. Om uiteindelijk ja, stappen vooruit te maken. En daar wil de KNVB nu echt op inzetten. Dus dat is iets waar ik ook echt in geloof. Want in het verleden was het de trainers die gaan linksaf. De bestuurders of de bestuurlijk organisatorische mensen die gaan rechtsaf. En we moeten gewoon die krachten bundelen. Omdat we vanuit die missie en die visie en die kernwaarden moeten gaan werken. Ja, oké. Okay. Joost, hoe moeilijk is het eigenlijk om verandering te bewerkstelligen? Want het lijkt mij dat, dat verandering, dat ligt niet per se in je comfortzone, toch? Dus voor een vereniging, stuiten die daar ook tegenop, zeg maar? Ja, absoluut. Volgens mij heeft het heel erg met nut en noodzaak te maken. Dus op het moment dat wij dreigen failliet te gaan, dan moeten we geld regelen. Dus dan gaan mensen wel bewegen om geld binnen te krijgen. En Art, wij hadden het net al hiervoor al even over. Ik denk dat het is wat mensen willen. Als ik graag een doelpunt wil maken, dan gaan mensen wel weer heel hard werken om een doelpunt te maken of om te voorkomen. Dus dan zien ze het nut van een doelpunt maken of voorkomen. Of geld maken binnen je vereniging, wat dan ook. Dus nut en noodzaak is hier volgens mij heel belangrijk in. Toch? Ja. Of niet? Met mensen die het er misschien mee oneens zijn, want jullie mogen je er altijd in mengen natuurlijk. Maar
Vooralsnog niet. Nou, we zijn het allemaal eens. Dat is altijd prettig. Ja, laten we wel eventjes focussen op de vragen vanuit het publiek nu. Is er iemand die een vraag heeft voor Hubert, Aart, Joost of Paul? Ik zie hier iemand met een vraag. Ik ben Leon Jozef van SVW het Heergewaard, bestuurslid. Jullie hadden het net over die bijvoorbeeld 5 dagen open soort training, bijvoorbeeld 12, 13, 14 jaar. Wat ik me dan heel erg afvraag, want het klinkt vind ik heel goed, dat je niet alleen maar zo focust op die jonge leeftijd, op die selecties. Maar hoe krijg je dan trainers enthousiast om voor zo'n groep te staan met zoveel niveauverschillen? We merken nu heel erg dat de goede trainers willen de selectieteams trainen. En de lagere teams staan, nou ja, de vaders met de armen over elkaar, wat je net al aangaf, in hun joggingbroek. Dus hoe zou je dat dan moeten invullen, dat trainers ook enthousiast zijn en welwillend zijn om dus voor zo'n groep te staan? Aan wie is dit vraag? Nou ja, jullie hadden het er eigenlijk allebei mee. Laten voetballen. Die kinderen laten voetballen. Dus een omgeving creëren die uitdaagt dat kinderen gaan voetballen en die uitdaagt dat zij onbewust bezig zijn met wat jij wil. Dus de oefening, door middel van regels, door middel van de vorm, impliceert eigenlijk al dat zij iets moeten gaan ondernemen. En ik denk dat daar de bottleneck zit. Wij hoeven niet hogere wiskunde voor die groep daar te hebben. Ze moeten bezig zijn. En een kind die het leuk vindt, komt 5 keer. En een ander kind komt 1 keer. Maar je biedt in ieder geval ieder kind de mogelijkheid en de gelegenheid om in dat uur, iedere dag, zijn sport te beleven. En parcoursjes en circuittrainingen, nou, we weten het allemaal. Maar het is met name vormen bedenken waarbij zij zelf op ontdekking gaan en zelf het spel gaan ontdekken. Want uiteindelijk, de meesten hier, denk ik, hebben voetballen geleerd op de straat. En een beetje bij een voetbalvereniging. Maar met name omdat we heel vaak op de straat aan het voetballen waren. Ja, maar en daar zit dan ook wel uitdaging in voor een trainer? Ik begrijp je vraag, want ik heb daar heel veel al met andere verenigingen over gesproken. Ja. De oplossing zou kunnen zijn dat je zo'n trainer laat circuleren. Dus die laat je gewoon doordraaien en die is verantwoordelijk voor de hele groep. Kijk, vaak zijn het jongens die gediplomeerd zijn, die hebben UWVC of die voelen zich dan al heel veel beter dan de rest van de trainers. Ja, dat zou eigenlijk een situatie kunnen zijn dat hij dan ook verantwoordelijk wordt voor die andere trainers. En die andere trainers nog beter gaat leren training geven. Ja, dus je geeft hem gelijk een coördinerende rol. En ja, wat Paul aangeeft is eigenlijk voetballen leren door te voetballen. En ze moeten zelf ontdekken, ze moeten zelf initiatieven kunnen nemen. Ja, soms is het ook gewoon prettig dat je gewoon alleen maar het spel in gang zet. Ja, en dat is vaak een klus. Ja, om die gediplomeerde trainers daarin te helpen nadenken dat het ook anders kan en dat het niet alleen om de onder 12-1 gaat. Ja, Hubert, volgens mij wilde jij hier graag... Ik heb hier twee dingen, volgens mij. Heb je zelf een idee? Nee, nou ja, niets nu zo op korte termijn, nee. Dus ik vind het al interessant om over na te denken, maar... Want daar begint het volgens mij bij, ja. Want het is... Op het moment, stel dat jij bij de onder 12, heb je 5 trainers. Oké, jongens, dit is het idee. Die krijgen allemaal een ploegie. Dat kan je roleren. Maar hoe gaan we dit doen? En ik denk op het moment dat je die jongens aan de voorkant aan tafel zet. Laten we even uitgaan dat het jongens zijn. Want dit is ons idee. En denk er eens over na hoe dat gaat. En heeft onder begeleiding van iemand of niet. Maar ze kunnen het waarschijnlijk ook nog wel aardig zelf. En dan maken ze zelf een plan. Want waar dit volgens mij alles over gaat, is dat de eigenaarschap op komt te zitten bij hen. Dat zij voelen, hey, wij kunnen samen bedenken hoe we dit willen hebben. En als we een vraag hebben, dan kunnen we naar hem of naar haar of waar dan ook. Want dan wordt het namelijk hun ding. En dan gaan ze dingen bedenken die wij niet kunnen bedenken, naar wat jij net ook al zei. Maar dan op voetbaltechnisch gebied. En dan wordt het natuurlijk interessant. Of ze nou gaan zeggen, oké, we gaan paastraining doen of middenveldtraining. Of keeperstraining kennen we natuurlijk allemaal al wel. Of loopscholing, of we gaan pannenkoeken bakken. Whatever, dat maakt niet uit. Zij hebben het bedacht. Dus ze gaan ook hard rennen om die kids daar te krijgen. Want het is hun dingetje. Ja, ik kom nog wel veel onzekerheid tegen, ook bij die ouders. In trainingsvormen bijvoorbeeld. Dus wat Aart eigenlijk zegt, hebben we bij FCList ook zo geregeld. Alle prestatietrainers die hebben ook een actieve rol richting de breedtesporttrainers om ze daarin te begeleiden. Ja. Oké, vraag daarmee beantwoord. Ja. Iemand anders met een vraag?
iemand anders die de catchbox even wil vangen. Mag ik een vraag aan de zaal stellen? Daar achterin was een vraag. Ja, mag ook, zeker. Doen we eerst even deze vraag. Ja, hoi. Joris Berenpoot, TC, VVS 46. Ik vroeg me even af, denken jullie dat jongens als Boadou, Stengs en Koopmeiners ook zo goed waren geweest als AZ niet zo'n prima jeugdopleiding had gehad? Vraag aan Aart en Paul bijvoorbeeld. Nou, Aart, jij mag eerst. Er is namelijk beperkte ruimte bij een opleiding als Ajax. Oh, je maakt hem nog even ingewikkelder. Nou, ik verstond dat laatste niet overigens. Uiteindelijk gaat het om het individu. En het individu die moet in een omgeving gebracht worden waar die zich maximaal kan ontwikkelen. Dat betekent dus dat AZ niet toevallig een hele goede jeugdopleiding heeft. Dat is niet toevallig. Er is een visie, er is een missie. En we weten hier wat we met die spelers willen. En dat betekent dus dat er een omgeving gecreëerd is om zich maximaal te ontwikkelen. En ja, het resultaat is dat dat soort spelers, ja, die kunnen zich zeg maar naar een hoger niveau tillen, omdat ze op de juiste manier begeleid worden. Is dat het antwoord wat ik mocht geven, Paul? Of had je hem anders willen horen? Ik zou even ingrijpen, Paul. Nee, het gaat uiteindelijk, kijk, of Boadou en Kelvin Stengs ergens anders. Ja, allicht. In ieder geval hebben zij een aantal bouwstenen die we bij de poort hebben gezien, waar wij heel graag mee aan de slag zijn gegaan. Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat we fysiek kunnen meten, dat we cognitief kunnen meten, dat we persoonlijkheidsontwikkeling, et cetera. Vroeg, laat, rijp, noem allemaal maar op. Alleen, dat is niet bij een amateurvereniging. En dat is de link die ik naar de amateurvereniging wil leggen. Selecteer niet te vroeg. Want op het moment dat je te vroeg gaat selecteren, loopt misschien wel een Kelvin Stengs die in de onder 12, 13, 14, 15 absoluut niet de beste was. Sterker nog, hij was de kleinste en we noemden hem Stokkie. Die ga je missen. Terwijl er misschien nu in een onder 12, 5 misschien wel een potentieel veel betere speler is dan die in 112-1 speelt, die nu groter sterk is. Dus ja, allicht dat ze ergens anders ook waren bovengekomen. Ik ben het volkomen eens met Aart, dat op het moment dat je opleidt, moet je een bepaalde visie hebben. En daar moet je je aan vasthouden. In goede, maar zeker ook in slechte tijden. Is daarmee je vraag beantwoord? Nou, deels wel. Want ik denk dat er een beperkte ruimte is binnen bijvoorbeeld een Ajax-jeugdopleiding. En doordat AZ het initiatief heeft genomen om het professioneel aan te pakken, is er wat meer ruimte gekomen en komt dit talent nu bovendrijven. Dus mijn vervolgvraag is dan eigenlijk, moet de KNVB dan niet wat meer investeren in jeugdopleidend Nederland, zeg maar? Ja, absoluut mee eens. Dat is ook de reden dat we juist willen inzetten op het opleiden van trainers. Om zeg maar die 270.000 kinderen, om die eigenlijk ook zo op te leiden dat we niet achteraf zeggen van jeetje, hadden we ze maar eerder kunnen begeleiden en dan waren ze misschien behouden geweest voor het voetballen. De cursus die we daarvoor hebben is de jeugdvoetbaltrainer-coach. Dat zijn 3 bijeenkomsten. Ja, en dan is het eigenlijk al de basis van het trainerschap. Ja? En aan de hand daarvan kan je zelf als trainer ook weer bepalen of je verder door wil groeien naar pupillen, juniorentrainer of UWVC of zelfs naar coachbetaald voetbal. Maar wij zien dat inderdaad ook. Dus wij proberen ook heel laagdrempelig de cursus jeugdvoetbaltrainer coach aan te bieden. Okay, volgens mij wilde Hubert de rol even omdraaien. Een vraag aan het publiek, geloof ik. Ja, er wordt best wel vaak negatief gedaan over het vrijwilligers. We hebben tekort aan vrijwilligers, wordt vaak gezegd. Grootste knelpunt ook blijkt uit onderzoek. Ik ben wel heel benieuwd hoe verenigingen hiermee omgaan. Ik ben zelf dan 10 jaar bestuurslid vrijwilligersbeleid geweest. Ik ben in die 10 jaar aan de bestuurstafel 1 keer een ander bestuurslid tegengekomen wat zich bezighield met dat thema. Dus ik ben wel benieuwd, binnen jullie bestuur, zeg maar, is er iemand die er actief mee bezig is met dat thema? Wellicht vingers in de lucht trekken. Kijk, daar gaat een antwoord. Dobbelsteen mag daarheen. Dit wordt tricky. Okay. Keeper? Nee, mijn zoon. Zit in de genen.
Bianca van Dijk bij de SC Purmerland. Wij hebben inderdaad een probleem op dit moment. De voorzitter is nu interim op dit moment. We hebben geen secretaris, dus we hebben inderdaad een groot tekort aan bestuursleden. We doen er alles aan, maar helaas is het gewoon, we benaderen personen persoonlijk om dus inderdaad te vragen van, goh, wil je wat doen? Maar het animo is helaas 0,0. Dus jullie wel tekort, maar niet een bestuurslid vrijwilligersbeleid. Dat was nee, echt het bestuur zelf. Heb je een gouden tip? Ja, besturen is wel een uitdaging. Maar ik moet wel zeggen, vrijwilligerswerk, zeg maar, en ook de term besturen heeft wel een negatieve lading tegenwoordig, zeg maar. Dus mensen zijn best bereid om wat te doen, maar dat klinkt heel groot, zeg maar. Dus ik zou toch kijken van, kun je taken wat kleiner maken? Ik heb net vanavond weer gesproken met wat kleinere verenigingen. Die vergaderen dan 6 keer per jaar bijvoorbeeld. Die zoeken een secretaris en dat klinkt heel heftig. Maar dat is eigenlijk gewoon 6 keer een verslag maken, zeg maar. Dus je kunt het ook wat kleiner maken. Ja, daar zijn we inderdaad nu ook mee bezig om te kijken of we dat kunnen gaan doen. En een andere tip als ik die mag geven. Ik heb zelf heel veel positieve ervaringen met een bijeenkomst dat je eigenlijk gaat brainstormen van wat wil je nou als club en hoe ga je dat nou doen en wat is er voor nodig. Dus als je zorgt dat je een afspiegeling bij elkaar krijgt van de club en dan moet je die ene zeiker die altijd negatief is, die moet je juist aan tafel hebben. Maar ook iemand van de kantine of een van de jeugdleden, dus echt vrouwen, ja, vergeet vaak ook niet de vrouwen, want ja, vanavond is het aantal vrouwen, dat gaat een beetje komen, maar we zijn nog wel heel erg vertegenwoordigd als man. Maar probeer dus een mannetje of 20, 25 bij elkaar te roepen en ga gewoon kijken wie willen we zijn als club en waar gaan we naartoe. En dan ga je kijken wie zou dan welke taak een beetje willen gaan doen. En dat beetje, dat is ook wat Hubert bedoelt, van maak het klein. En zou je dat dan met z'n tweetjes willen doen? Of zullen we dat met z'n drietjes dan opsplitsen? Ik kan wel beamen dat het echt gewerkt heeft. Wij hebben dat ook onder begeleiding van een procesbegeleider gedaan. En dat heeft echt wel wat teweeg gebracht. Die mensen zijn zich echt wel meer eigenaar van de club gaan voeren, zeg maar. En hebben daarna ook inderdaad taken opgepakt. Okay, dank u wel. Misschien wordt het tijd dat de hockeywereld wat vrouwen naar ons stuurt. En, want jullie hebben er genoeg, geloof ik, hè? Bijna te veel. Bijna te veel. Nou. Bijna. Ja, nee, we hebben te weinig mannen, dat klopt wel, ja. Dan hebben wij zeker te veel mannen in dat geval. Is er nog een andere vraag vanuit het publiek? Daar achterin zag ik een vinger omhoog gaan. Oh, daar is de catchbox. Oh. Ja, goeiedag. Jeffrey Housel uit Aalsmeer. Ik hoorde net iemand zeggen over trainen coach bij de KNVB. Hoorde ik dat? Ik heb op mijn sportopleiding ook training coach gedaan. En toen kreeg ik inderdaad allemaal onderwerpen wat ik moest doen bij een vrijwilligersclub. Dus bijvoorbeeld bardiensten draaien. Ik moest bij de administratie moest ik een keer. Dus dan zie je inderdaad veel verschillende richtingen. Dus ik denk dat dat wel goed is om dat inderdaad te doen. Dus dat je echt inderdaad ook als je KNVB-opdracht hebt, dat je ook inziet hoe het bij een club eraan toe gaat. Dus niet alleen maar op het voetballend gedeelte, maar ook voor de rest. Was dat een vraag? Of, Nee, ja, het was meer een plusje voor de KNVB, ja, denk ik. Ja, het was ook meer. Gebeurt ook niet vaak, hoor. Meer een vraag, maar hebben jullie dat ook een beetje als hockeybond? Dat jullie hier ook over nadenken? Heb je mooi omgebogen? Ja. Nou, wij hebben bij de hockeybond op een paar niveaus om trainer te worden. En we hebben ook verenigingsmanagersopleiding. Niveau 3 en niveau 4. En dat gaat heel erg over dit soort dingen. Van hoe organiseer ik nou de financiën van de club, je bar en al dat soort zaken. Of je trainers, is het natuurlijk wel een item in. Weet je, zeker bij niveau 3 is het voor trainingscoördinator. En niveau 4 is wat meer algemeen. Ja. Oké. Iemand anders met een prangende vraag. Oh, daar achterin. Ja, dan moet je ver gooien, maar er zit niks anders op. Bij wie, ja? Ja. Sportopleiding, toch? Ja. Goed, ik heb een vraag voor de KNVB. Ik ben
van de 300.000 voetballers hebben we 270.000 breedte voetballers. En daar zijn we ook voor. We willen graag in de breedte gaan trainen met 12-1, 12-2, 12-3. Alleen, ik maak me een klein beetje zorgen over de beste voetballers uit de 12-1. Gaan die dat nog wel leuk vinden? Gaan die niet weg als ze met de mindere moeten spelen? Ja, ik begrijp heel goed de vraag. Kijk, we hebben natuurlijk jarenlang ingezet om de beste eigenlijk te selecteren en eigenlijk meer kansen te geven om zich verder te ontwikkelen. Nu zal dat, denk ik, in het begin zal dat best wel een beetje onrustig worden. Omdat er vaak ook ouders zich er nu mee gaan bemoeien. Want die denken van ja, maar bij deze club krijgt mijn kind niet de maximale aandacht. En bij de club die anders werkt. Ja, dus dat je nog echt praat over selectie en niet-selectie. Ja, of prestatie en recreatie. Wat altijd gezeur aan het einde van het seizoen oplevert. Van wie komt er nou in het eerste team en wie komt er nou in het tweede team. Ja, dat zal een proces zijn. En eigenlijk zeggen we met elkaar hier dat we juist kinderen met plezier beter moeten leren voetballen. Dus we moeten de activiteiten ook zo proberen in te richten dat het voor iedereen ook gewoon leuk blijft. En op het moment dat je dan ook trainingsvormen kan creëren waarbij die beste wel met die beste met en tegen elkaar gaat spelen. Ja, dan is dat een mogelijkheid. Maar ik begrijp heel goed je vraag. En dat onderzoek, dat loopt nu. We zijn bij Zwift zijn we bezig met het traject Gelijke Kansen. Ja, en daarin lopen we eigenlijk nog niet echt heel erg vooruit en voorop. Om aan te kunnen tonen wat het precies het resultaat gaat worden. Maar het feit dat we in ieder geval wel die kant op willen, dat is wel heel erg duidelijk. Dit is een discussie, daar zijn we als Hockeybond natuurlijk ook veel mee in de pers gekomen. Van het niet meer selecteren tot 12 jaar. Dat is overigens wel wat uit zijn verband gerukt. Waar dit volgens mij over gaat is intentiegenoten bij elkaar zetten. Dus jongetjes die heel fanatiek zijn, die mag je best wel bij elkaar zetten. En dus minder naar vaardigheid kijken, wat jij net ook al zei. Weet je, want dat wisselt namelijk zo gigantisch. En waar het over gaat, dat selectiemomenten vaak is een foto en is geen film. Dus op dit moment ben jij goed, ben jij goed, ben jij goed. Ja, jullie niet. Maar had ik het een week later gedaan, weet je, en je had beter geslapen, dan waren jullie goed geweest. En dat is het gevaar van selecteren. Dus qua gedrevenheid bij elkaar zetten en regelmatig wisselen in een jaar. We hebben bij de Hockeybond veel met Jelle Jolles gesproken. Dat is een neurowetenschapper. Heeft het tienerbrein bijvoorbeeld geschreven. En wat die zegt, wat triggert kinderen om dingen te doen, dat is vernieuwen. Wij denken als volwassenen, oh ja, we moeten eenduidig zijn in trainingstijd, team. Dat vinden kinderen helemaal niet. Zeker tot een jaar of 10, 11. Dan spelen ze met allemaal verschillende vriendjes. En vanaf dan gaan ze kiezen. Ik ga wel met jou spelen en niet met jou spelen. Dus juist veel wisselen, ook in teamsamenstelling tot een jaar of 11, dat is prima. Dus dan kun je zeggen, oké, jongens, de eerste 5 weken of 6 weken doen we dit. Dat zijn de teams. Je kan dan en dan nog extra trainen als je wil. En na 5, 6 weken kijken we wel weer even verder. Oh, dan worden dit de teams. Dus dan krijg je wat meer dat het niet zo is van oké, je hebt 1 keer een foto gemaakt en dat was goed. En dan heb je een heel jaar lang tussen aanhalingstekens last van. En dan ook de meiden erbij, hè? Dus niet de meiden dan weer in een aparte groep en weer met elkaar. Juist willen we insteken op gemengd voetbal, zeker tot de basisschoolleeftijd. Okay. Helder. Nog iemand anders met een vraag? Ik zie daar een vraag. Dat is weer... Nieuw record moet er gevestigd gaan worden volgens mij. Een lange aanloop. Is het nog niet klaar? Nee. Dankjewel. Koen van der Voort, LSVV. Het klinkt heel mooi, hè, wekelijks of iedere 5 weken je team wisselen. Maar ik denk dat praktisch is natuurlijk voor verenigingen is dat nog wel een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Richting kinderen, richting ouders, om dat een stukje duidelijkheid in te verschaffen. Maar dat even vandaag laten. Misschien dat er mensen zijn die daar ervaring mee hebben. Waar ik mijn vraag over wil stellen, is eigenlijk over de discussies over selecteren. En dat is een discussie die natuurlijk al jaren loopt. Selecteren, wel, niet. Bij LSVV heet het ook selecteren.
Maar ik vind het gaat erom hoe je er als vereniging mee omgaat. Ga je selecteren en zet je dan je eerste team drie keer in de week met een gediplomeerde trainer. En je derde team of je vierde team één keer in de week met een goedwillende ouder. Dan ben je denk ik als vereniging heel fout bezig. En dat is vaak de insteek van die discussies over selecteren. En dat vind ik zo negatief, want ik denk dat de meeste verenigingen, ook alle mensen die hier zitten, die zijn met hun jeugd al veel verder weer aan het kijken van ik moet uiteindelijk mijn teams indelen. Dus je moet met een eerste team, een tweede team, een derde team, die probeer je zo gelijk mogelijk te maken. Dan leren ze van elkaar. Je probeert ze in een competitie te zetten die ook zo gelijk mogelijk is. En dan is een eerste competitie sterker dan een laatste competitie. Maar ga er nou als vereniging naar streven om zowel je eerste team als ook je vierde en je vijfde team een gelijk aantal uren op het trainingsveld te laten staan. En als het gaat om ze te laten voetballen, dan gaat het er niet om of nou een gediplomeerde trainer en of die nou verantwoordelijk is voor de hele categorie of alleen voor het ene team. Maar ook dat laatste team wat met de goedwillende ouder partijvormen en oefenvormen doet, die kunnen ook zich ontwikkelen. En die kunnen makkelijk in de onder 13-14 categorie nog eens een stap maken van een derde, vierde team naar een tweede of een eerste team. En dat mis ik een beetje in die discussie over selecteren. En ik ben wel benieuwd hoe jullie daarin staan en of jullie daar ook bepaalde meningen over hebben. Het gaat vaak heel negatief over het selecteren. We noemen het nou eenmaal zo. Het is het woord wat eigenlijk een heel negatieve impact heeft. Maar ik denk dat de meeste clubs al verder zijn. En ook die kinderen van de derde en van het vierde team, die twee keer anderhalf uur of twee keer vijf kwartier in de week laten trainen. Wie wil hier graag op reageren? Ja, ik denk weer de KNVB. Hè. Wij hebben natuurlijk daar heel goed over nagedacht. En ook over de kreet, selecteren. Dat is inderdaad wat je zegt, dat is super negatief. Want je gaat gewoon scheiden, jij linksaf, jij rechtsaf. Wij proberen nu de club te helpen weer door zelf na te denken van hoe zou je dat dan anders kunnen inrichten. En daar is die hoofdopleidingen is daar heel belangrijk bij, want die kan daar richting aan geven naar zijn eigen mensen. Op het moment dat het plannetje wat jullie dan als club hebben, kijk en LSCV heeft weer een ander plannetje dan Koedijk of wat dan ook, dan gaat dat plannetje jullie helpen om eigenlijk te zeggen van ja, selecteren. Nee, het is eigenlijk hebben we een begeleidingsformulier of we hebben spelers die gaan we helpen in hun ontwikkeling. En dat betekent dat we dat niet in een selectiewedstrijd doen. Nee, dat doen we eigenlijk vanaf het moment dat we weer het nieuwe seizoen zijn gestart. Dat is het eerste moment dat je weer die kinderen verder gaat helpen in hun ontwikkeling. En je begeleidt die kinderen en je probeert ze zo goed mogelijk daarin te begeleiden. Ja, er zitten volgens mij wat meerdere lagen in. Want het heeft volgens mij meteen heel erg te maken met het perspectief van een speler. Dus op het moment als ik in onder 11-7 gezet word, ja, is er dan nog hoop voor me of niet? Nou, dat heeft wat je net terecht zei, van hey, wat wordt er nog georganiseerd voor dat team, zodat ik me door kan ontwikkelen? Al binnen een jaar, want het gaat natuurlijk heel grillig bij kinderen op die leeftijd. En een tweede aspect wat er ook in zit, is dat op het moment dat je zegt, oké, dat is D1, of dat is onder 12-1. En dat zijn onze kansen, die spelen de hoogste competitie en die moeten echt serieus gaan trainen, want die kunnen kampioen worden, weet je, dat soort dingen, met alle gevolgen van dien. Dus selecteren, winst, verliezen, dat soort dingen, dat is sport, weet je, daar gaat het om. Het gaat over winst, punt. Alleen de gevolgtrekking eruit. Dat is iets waar we wat mee moeten. Van wat is perspectief voor spelers? Kunnen ze zich verder ontwikkelen? Wat heeft dat voor effect op ouders? Bij jullie als vereniging? En ik denk dat we daar wat mee moeten. Dat hoe oud je ook bent, dat er gewoon een kans is. Van hey, ik kan ook nog doorontwikkelen. Weet je? Ja, dat denk ik zeker. Zoals bij LSV was het een aantal jaren geleden zo. Dat als je in de onder 10-1 zat, dan zat je een aantal jaren later ook in de onder 15-1 of in de 16-1. Maar we zijn er naartoe gegaan om al die kinderen in dezelfde leeftijdsgroep hetzelfde aantal uren training aan te bieden. En dan wel, je hebt altijd de 12-1 traint met de 12-1, de 12-4 met de 12-4. Maar ook die kinderen in die 12-4 ontwikkelen zich op dat moment. En we zien nu regelmatig dat kinderen uit een 13-3 team, dat zijn gewoon praktijkvoorbeelden bij ons, die een jaar later in een 14-1 zitten. Dus dat perspectief is er inderdaad. En wij bieden ze evenveel tijd aan training. Maar we proberen ook ieder jaar weer de boel op een hoop te gooien. En ieder jaar weer te kijken van welke kinderen hebben zich sneller ontwikkeld in hun
onder 13-3 team of in een 10-4 team? En welke kinderen zijn in een 12-1 of in een 14-1 zijn stil blijven staan? Zodat je ze weer eerdere kansen. Dat geeft dan weer heel veel discussies met ouders. En dat is natuurlijk wat lastig binnen een vrijwilligersapparaat. Want je wil iedereen tevreden houden. Maar juist dat ieder jaar opengooien. En als je dat maar consequent blijft doen. Dan weten de ouders op een gegeven moment ook van ja. Het kan zijn dat mijn kind nu in 10-3 speelt. Volgend jaar misschien wel in 11-1 of in 11-2. Als dat maar inderdaad, dat perspectief blijft daarin heel belangrijk. Maar ik mis dat vaak een beetje in die discussies en ook in de media die daarover gaat. Het gaat altijd maar over selecteren wat heel negatief is. Terwijl als je het indelen op sterkte noemt, dan zal misschien iedereen daar veel milder mee omgaan. Okay, dank u wel in ieder geval voor uw inbreng. We doen zo meteen nog één laatste vraag. Ik wil jou even vragen, veel van de opmerkingen vanavond gaan toch wel over jeugdvoetbal ook. Maar is het bij een oudere doelgroep wat makkelijker? Die kun je gewoon walking voetbal aanbieden en... Ja, dat doe ik ook. Ja, dat doe je ook. Hè? Ja. Nou, ik wil eigenlijk terugkomen op wat Kolping Boys in het vorige gesprek zei. We hebben het vanavond eigenlijk alleen maar over leden. Als ik naar mijn club kijk, zijn ongeveer 1750 sporters, waarvan nog 1000 lid van de club. En de rest voetbalt anders georganiseerd. Bijvoorbeeld in zo'n walking voetbalteam of in een veteranencompetitie die we intern organiseren. Dat zijn onze meest betrokken leden. Sporters eigenlijk. Ze zijn inderdaad als teamlid, maar niet meer als individu. Dus die worden niet in de cijfers meegenomen. Er wordt steeds gezegd een afname van het aantal leden. Maar als je kijkt naar het aantal betrokkenen, het aantal sporters bij de club, is dat bij ons enorm toegenomen. Ik geef dan zelf walking voetbal en dat is een heel mooi voorbeeld van hoe een club zich kan aanpassen aan de veranderende wensen van de sporter. Met name op het gebied van spelregels. De sport is daardoor veel toegankelijker voor de 65-plusser. Omdat je ook met blessures, met kunstknieën of met hartproblemen zeg maar, gewoon mee kunt doen. Het is heel respectvol hoe je met elkaar omgaat op het veld. Aangepaste spelregels, aangepaste afmetingen. Altijd thuis. Het heeft gewoon heel veel voordelen. Zeg maar. En ik denk dat clubs daar nog veel meer in kunnen ontwikkelen. Door een aanbod beter aan te laten sluiten op de levensfase waar iemand zich in bevindt. Ja, okay, mooie tip. Is er nog één iemand met een echt waanzinnig prangende vraag? Oké, hier. Nou, voor Paul. Dat wordt hem dan... Even de vraag aan Paul, even de discussie die we net hadden over niet meer selecteren tot onder 12-1 bijvoorbeeld. Wat betekent dat voor de jeugdopleiding? Want als u kijkt naar de scouts die bij ons bij de 11-1 komen kijken, van AZ en van andere clubs. En je hebt natuurlijk ook je E-mensen heb je in de opleiding. Wat betekent dat voor AZ, voor de opleiding? Nou, eigenlijk zeg je hem al. Dat ze niet alleen bij 11-1 moeten kijken, maar ook bij 11-5. Want ook bij 11-5 zullen jongens kunnen voetballen die op dit moment niet de beste zijn, maar wel de beste kunnen worden. En ik ben het volledig eens met die meneer van LSVV. Ja, tuurlijk kan je selecteren op kracht en sterkte, zodat ze uitgedaagd worden tegen hun gelijken. Alleen zorg ervoor dat je iedereen evenveel tijd en ruimte gunt binnen die vereniging. En schrijf niet in de epipillen al jongens af, omdat ze eigenlijk in onder 11, 7 jaar anderhalf keer trainen, met alle respect. En de anderen zijn al 3 keer aan het trainen. De cap wordt te groot, want en het plezier van die kinderen in 11, 7, die ze dat voelen, uitzondering uiteraard daar gaan laten, is zonde. Hou ze bij de club. Dus voor jullie verandert er niet zo gek veel? Ja, als je in maart kijkt, beginnen wij bij onder 13. Als je in maart kijkt. Oké. Ja. Oké, beantwoord. Ja, nou top. Is er nog iemand vanuit het panel die tot slot iets... Ik zal even aan de kant gaan. Iemand vanuit het panel die nog iets wil toevoegen? Ik denk dat de essentie van vanavond, denk ik, is overal dat wij als club moeten gaan veranderen. En dat wij als mens moeten gaan veranderen. En dat wij vaak de beperkende factor of voor een kind of voor de club zijn. Denk vernieuwend. Denk dat wij veranderen en niet het kind. Ja, die doelgroep blijft hetzelfde. Kom in de belevingswereld van die mensen. En ik denk dat wij een hele partij praktische voorbeelden vanavond hebben gehoord. Hoe je met betrekking tot sponsors, met betrekking tot leden behoudt, met betrekking tot vrijwilligers aan je club houden en of behouden of werven. Ik denk dat wij vooral moeten gaan veranderen. En wij moeten ons inleven in die belevingswereld van die doelgroep. En
Als we dat doen, denk ik dat het op ons afkomt. Ik vond een fantastisch voorbeeld, net wat ik hoorde van zo'n jongerenraad. Ja, laat die maar eens met ideeën komen. Laat die maar eens mee besturen, onder begeleiding uiteraard. Uiteindelijk gaat het om die kinderen. Waar voelen ze zich fijn bij? Hoe willen zij dat hun training en hun week eruit ziet? En ik denk dat er hele verrassende en mooie dingen uitkomen op het moment dat je die kinderen erbij betrekt. Okay. Amen. Dat lijkt me een mooie afsluiter inderdaad van deze avond. Nou, dank jullie wel, Joost van Geel, Hubert Haberts, Aart Korenhof en uiteraard ook Paul Brandenburg. Jullie krijgen allemaal...